Goedemiddag en hartelijk welkom vanuit het prachtige CEDAR-gebouw van de ING in Amsterdam namens de Dutch Green Building Council. Mag ik u van harte welkom heten op het Paris Proof Embodied Carbon Congress. We hebben heel veel Engels gehad, we gaan het verder in het Nederlands doen vanmiddag. Mijn naam is Tom van het Hek, ik ben de opperspreekstalmeester zoals het zo mooi heet. En alle inhoud wordt hier om mij heen verzameld aan de verschillende tafels. En we gaan u meenemen de komende ruim anderhalf uur in een programma om een beetje antwoord te geven op de vragen van waar hebben we het eigenlijk over als we dit onderwerp behandelen. We hebben de roadmap natuurlijk voor u, kant en klaar zou je bijna kunnen zeggen, wordt gepresenteerd. En we gaan natuurlijk het hebben over de intentieverklaring. U ziet het programma nu ook bij u in beeld. En aan het einde gaan we nog eens kijken wat kan u dan morgen zo al doen. We hebben een grote diversiteit aan sprekers. U zit misschien thuis op uw kantoor en u denkt met hoeveel zijn we? Nou, we zijn met ruim 300 mensen die daar naar kijken en ruim 30 mensen hier in de studio. En het is prachtig dat ik u welkom mag heten, maar het is nog veel mooier dat Martin Mooi hier is, de projectmanager van Paris Proof. Welkom. Dankjewel. Jullie organiseren deze middag. We hebben hem één keer moeten uitstellen. We houden ons uiteraard aan alle coronaregels. Dat wil ik ter helderheid er ook nog wel even bij zeggen. Maar nu is het gelukkig zover in deze vorm. Waar hebben we het eigenlijk over? Paris Proof. En waarom? Want jullie zeiden ook, we gaan niet meer wachten. We gaan het nu doen. Nee. Het Paris Proof project zijn we een aantal jaren geleden gestart. En dat zijn we begonnen. Ja, uiteraard na de klimaatconferentie van Parijs. Dan zijn wij als DGBC met onze partners, ja, zijn ze de organisatie die dit kunnen versnellen, die het duidelijk kunnen maken, die de weg verder kunnen bereiden. En daarmee zijn we begonnen door inzichtelijk te maken van wat kun je nu doen door het energiegebruik van je gebouw te verlagen. Het operationele energiegebruik, die begrippen zullen vandaag nog wel een aantal keren terugkomen. En gaandeweg de rit beseften we ons dat het niet alleen gaat om dat operationele energiegebruik, dat je dat niet alleen kunt beïnvloeden als bouwpartij, maar dat je door je gebouw te renoveren, of vooral ook door nieuw te bouwen, want er moet ook nog heel veel nieuw gebouwd worden, dat je daarmee ook een enorme footprint achterlaat. En we hebben het steeds over budgetten, al die begrippen zullen vanmiddag verder uitgeweid worden. Dat je juist door de wijze waarop je bouwt, dat je daar ook een enorme footprint achterlaat. En dat we daar meer over zouden moeten vertellen, wat we vandaag doen. En ook meer duidelijkheid en richtlijnen zouden moeten geven. Dat is dat materiaalgebonden, heb ik overal in de voorbereiding mooi gelezen. Was het dan tot nu toe, dat heb ik ook maar gelezen, volgens mij zelfs op jullie eigen site, enigszins een blinde vlek? Nou, in Nederland zijn we hier best koploper in. We hebben een MPG-berekening die gaat over de materialen en alle impact van materialen. Maar wij vonden dat je de CO2-indicator die daar al in zat, dat we die er nog eens een keertje apart zouden moeten uitlichten. Omdat dat een heel bepalende is voor de totale CO2-footprint die we als bouw achterlaten. We gaan dat vanmiddag in een heel programma doornemen. We zien je ook nog een paar keer terug in het programma bij de intentieverklaring. En uiteraard aan het slot mag je eens even kijken of alles wel goed is langsgekomen. Ja. Wanneer is de middag wat jou betreft geslaagd? Of zou je zelfs al een oproep willen doen aan de mensen die nu kijken? Ja, het raakt iedereen. En wat wij vanmiddag zullen doen, inderdaad het commitment, dat noemde je al, is dat we voor iedereen duidelijk willen maken wat embodied en operationeel, materiaalgebonden en operationele energiegebruik voor jou betekent en hoe je dat kunt beïnvloeden door ofwel naar jezelf te kijken, naar je eigen processen, maar vooral ook, en dat geldt voor heel veel van onze partners, door naar de keten te kijken. De partijen waar je mee samenwerkt, de bouwprojecten die je leidt, die je ontwerpt. En ik hoop dat dat vandaag duidelijk wordt en dat iedereen daar gedreven mee aan de slag gaat. En daar zullen we ook bij helpen en mee in contact blijven. Wij gaan ons best doen. Ik dank je voor dit moment. Ik ga je een hele mooie middag toewensen. En nogmaals, ik zie je nog een aantal keren terug. Dus hou de vinger aan de pols. En dan gaan we kijken of het goed gaat met het programma. Martin Mooi, dank je wel. Tot straks. Wij hebben ook vragen, polvragen voor u. En daarbij zeg ik u ook, er is ook een chat zoals u ongetwijfeld al gezien heeft. In die chat kunt u ook reageren, kunt u vragen stellen, kunt u opmerkingen maken. En zoveel als mogelijk zullen we die dan ook hier aan de deskundigen voorleggen. We beginnen nu met een polvraag om even te testen hoe het er eigenlijk voor staat. En die polvraag die ziet u ook in beeld nu. En die vraag is, materiaalgebonden emissies, hoe ver is jouw kennis? En dan zegt u, ja, nog nooit van gehoord. Wel van gehoord, maar ik kan het nog niet precies duiden. Wel van gehoord, maar ik heb meer focus op operationele emissies. Of u zegt, nee hoor, ben ik al dagelijks mee bezig. En wij zijn heel benieuwd. U hoeft hem niet sociaal wenselijk te beantwoorden. U mag hem gewoon beantwoorden zoals het er nu voor staat in uw organisatie. Nooit van gehoord, wel van gehoord, wel van gehoord, maar de focus nog op operationele emissies. Of dagelijks mee bezig. En dan krijgen wij straks wel de uitslag van die polvraag om mee te nemen. En inmiddels is Hein Wegdam hier aangeschoven, hoofd ING Real Estate Finance. Hein, welkom. Allereerst dank dat we hier in jullie prachtige gebouw, ik heb er al een heel klein beetje reclame voor gemaakt, zonder dat het geloof ik de bedoeling was. Maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Het gebouw. Ja. Eerst even als organisatie, als bank. Dit hele proces wat je net hoort, Paris Proof en nou weer die nieuwe stappen in. Hoe houden jullie je daarmee bezig?
Hoe houdt allereerst welkom bij ING allemaal. Ja. En hartstikke leuk dat jullie hier zijn en dat we dit überhaupt mogen hosten. Maar als je kijkt zeg maar, hoe wij als ING hiermee bezig zijn, is het natuurlijk op verschillende vlakken. Ik moet heel eerlijk zeggen, en daar begin ik meteen mee, het is hartstikke moeilijk. We hebben vanaf 2015 zijn we al bezig om echt te zorgen dat we eigenlijk de energietransitie maken. Hè? Dus ook onze beleggers, want ik ben verantwoordelijk voor de financieringstak van vastgoed. Om ons beleggers bewust te maken om te verduurzamen. Maar dit is eigenlijk een punt wat er nog bij komt. En het moeilijke is om hier zeg maar, echt concrete standaarden voor te vinden. Maar daar moeten we aan werken en daar steken we ook veel tijd en energie in. Maar dat is wel een punt waar we naartoe moeten gaan werken. Maar er komt steeds een stukje komt erbij. Dan toch ook even over dit gebouw, het CEDA-gebouw. Kun je daar iets over vertellen? Want het is niet zomaar een gebouw. Zeker niet in het kader van waar we het vandaag ook over hebben. Nee, zeker niet. Het is het hoofdkantoor van ING wereldwijd. En even kijken, in 2019 zijn we hier ingegaan, eind 2019. Nou, toen hebben we er 3 maanden gebruik van gemaakt en sindsdien zitten we eigenlijk allemaal thuis. Maar dit begint nu hopelijk weer een beetje op gang te komen. Maar dit gebouw is wel een bijzonder gebouw. Het heeft het BREEAM Outstanding Label, dus dat is hartstikke mooi natuurlijk. En dat willen we blijven behouden. Het is energie-neutraal. Maar als je kijkt zeg maar, in de totale keten bij het ontwikkelen van dit gebouw, puur als je naar materiaal kijkt, hebben we het betongranulaat uit het vorige gebouw wat hier weggehaald is. Hebben we gebruikt om ook in de pilaren om ons heen en de betonnen kern van dit gebouw weer te hergebruiken. Dus dat hebben we ook on-site gedaan, dus op deze plek, zodat je niet bewegingen krijgt, of in ieder geval dat zoveel mogelijk probeert te beperken. En een ander ding is het gebouw wat we achtergelaten hebben. Voor de opdracht die we hebben gegeven aan de ontwikkelaar om dit te bouwen, hebben we gezegd, dat is prima, maar we laten ook een gebouw achter. Daar moet je ook de verantwoordelijkheid van nemen. Dus ik denk ook dat een vorm van circulariteit is in de keten. Dus op die manier maken we er gebruik van. Eén gewetensvraag. We hadden net de polvraag. Hoe had hij een werknaam die namens de ING ingevuld? Bij materiaalgebonden emissies. Nog nooit van gehoord. Jawel, ben ik mee bezig. Zeker. Daar zijn we zeker mee bezig. Maar vanuit mijn vorige rol als verantwoordelijke voor duurzaamheid binnen Real Estate Finance probeer ik dat ook in mijn nieuwe rol als verantwoordelijke voor de hele financieringstak mee te nemen en continu ook bij beleggers onder de aandacht te brengen. Dus ik ben daar wel degelijk mee bezig. Alleen stapje voor stapje en probeer het zo concreet mogelijk te maken. En dan als laatste vraag. Het woord viel net al. Het woord keten. Jullie zijn ook een speler in de keten, zeg maar. Niet heel onbelangrijke speler overigens. Maar hoe verhoudt zich dat? Want merk je dat ook, dat in die keten het steeds meer op gang komt? En spelen jullie daar dan een actieve rol in? Of zijn jullie volgers in die keten? Wat zijn jullie? Je probeert klanten eigenlijk op 3 manieren te helpen, of de industrie. We hebben een sector die zich volledig richt op bouw. We hebben een sector die zich volledig richt op de verhuur van het goed. Dus dat zit achter elkaar. Je kunt zeggen van we beginnen bij de bouw en dan volgen we dat totdat het pand er staat. Alleen is het denk ik goed om op beide kanten te focussen. Dus A is zorgen dat we meer inzicht geven aan klanten in de hele keten. Dus zowel bij de bouw als bij de exploitatie vastgoed. En dat doen we door apps ter beschikking te stellen waardoor je dat inzicht kan krijgen. Dit soort thema's aan de kaak stellen met onze klanten. Daar onderzoek over doen en dat ook ventileren in de markt. Tweede is dan dat je daar ook incentives op gaat geven. Dus dat je dit koppelt aan het renteproduct een lening. Dus als iemand beter zijn best doet met betrekking tot dit thema, dan zorg je ook dat die vergoeding qua marge daarvoor lager is. Omdat we het zien als een lager risico. En als derde is op een gegeven moment ook regels zetten. Dus eigenlijk de randvoorwaarden stellen waarbinnen je wil financieren. Dus dan ga je zeggen van dit doen we wel en dit doen we absoluut niet meer. Maar dat is eigenlijk, dat is een gevolg van eerst zorgen dat de inzicht komt, dan een incentive geven. En als laatste gebruik je de randvoorwaarden, die lat ga je steeds hoger leggen. Dan kijken we met deze processen vaak vooruit. Mijn allerlaatste vraag is toch even, kijk een paar jaar terug. Is de keten wat jou betreft wel veel meer in beweging gekomen? Ja, zijn absoluut. We in een soort positieve slinger aan het gaan? Absoluut. En ik bedoel, zo'n dag als vandaag, zo'n thema als vandaag, was, ik denk 3 jaar geleden zeiden we van laten we nou eerst zorgen voor die gebouwen, dat we die verduurzamen. En dan dat materiaal wat we erin stoppen of alles eromheen, dat komt wel. Maar goed, nu is het, ik wil niet zeggen de eerste sessie, maar nu is dit wel
een onderwerp op de agenda wat besproken wordt. Dus dat betekent dat men ermee bezig is. En ik denk nog steeds dat de groep met wie we hier zijn vertegenwoordigt absoluut nog niet de hele markt. Maar het zijn vaak wel de voorlopers die hier nu mee aan de slag gaan. Dus dat is belangrijk. Ik wil jou danken en nogmaals danken dat we hier mogen zijn. Ook jou een mooie middag toewensen, een mooie toekomst met de IRG. Veel dank dat je hier wilde zijn. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Neem ik u heel even mee naar de uitslag van uw enquête. Met wie bent u? Nog nooit van gehoord, zegt 1%. Wel van gehoord, maar ik kan het nog niet duiden, zegt ruim een kwart. Wel van gehoord, maar ik focus me op de operationele missies. Dat is 32%, een derde. En dagelijks mee bezig, zegt 40%. Dus nou, we gaan eens kijken of u dat hoopvol vindt. Of dat u denkt, nou ja, daar gaan we nog uitgebreid over praten. Volgende spreker, keynote speaker die ik bij u mag aankondigen. En ik mag haar één keer professor dokter noemen. Dat mag namelijk in de aankondiging, Jacqueline Kramer. Actief betrokken, al heel lang, bij de implementatie van de circulaire economie. Momenteel voorzitter van het betonakkoord en het bouwakkoord staal. Ik moet het goed zeggen. En ook lid van de Amsterdam Economic Board in de metropoolregio Amsterdam. Fijn dat u hier bent. Ik ga het podium voor u vrijmaken. U gaat ons eerst eens even meenemen. En daarna gaan we er even rustig met elkaar over praten. Jacqueline Kramer. Dank u wel. Goedemiddag. Inderdaad, ik ben voorzitter van het betonakkoord en het bouwakkoord staal. Dat zijn beide materialen die heel veel gebruikt worden in de bouw. En als we kijken naar de impact, milieu-impact, dan is die voor beide materialen aanzienlijk. En beide ketens, beton en staal in de bouw, hebben gezegd, wij willen ambitieus verduurzamen. Ik zal nu voor de korte presentatie me focussen op wat we hebben gedaan in het betonakkoord om aan te geven hoe we dat hebben aangepakt om ambitieus te verduurzamen. Eerst even beton. Dat is, als je het wereldwijd bekijkt, een aanzienlijke bijdrager aan zowel de opwarming van de aarde als de overconsumptie van grondstoffen. Als we kijken naar de uitstoot, is het 7% van de totale wereldwijde uitstoot, dat CO2, die beton met zich meebrengt. En dat komt vooral door de veelheid van bouwwerken enzovoort die we neerzetten. Dus de hoeveelheid in het totaal. Maar ook de fractie cement die in de productiefase heel veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Nou, en als je dat dan ambitieus wil verduurzamen, ook op het gebied van circulariteit, want daar wordt nog heel weinig aan gedaan, dan zul je moeten kijken met welke sector heb je te maken. Nou, het is een sector die sterk operationeel gericht is. En de kennis- en innovatiekracht is beperkt. En als je kijkt naar waar de focus op ligt, is het kwaliteitsborging. En de mensen zijn trots op het product beton, omdat het kwalitatief goed zich bewezen heeft. Maar als je dat nou wil veranderen, en echt ook op een wat substantiëlere manier dan stapje voor stapje, dan betekent dat voor een sector dat ze toch op een andere manier moeten gaan produceren. En dat is wel een cultuuromslag. En dat geven ze zelf ook toe. En ze zeggen ook van ja, als we dat willen doen, kunnen we dat niet alleen. Want zo'n grote verandering, ja, dat vergt samenwerking met opdrachtgevers, met het Rijk, maar ook met de kennisinstellingen om te innoveren. Dus we moeten het samen doen. Daarom is het betonakkoord opgezet. En in het betonakkoord hebben we eerst het betonakkoord ondertekend, nadat we het hadden voorbereid. Toen zijn we vervolgens aan de slag gegaan om alles voor te bereiden, zodat we vervolgens echt naar een grootschalige aanpak konden gaan en dus zouden kunnen opschalen. Nou, wij zitten nu in de opschalingsfase en dat betekent dat we zover zijn dat alles wat we hebben voorbereid nu in de praktijk gebracht wordt en dat dus in de betonsector en ook in de hele keten grote stappen voorwaarts gemaakt gaan worden. Nou, als je kijkt wat dat betekent en wat de lessons learned zijn die we hebben bereikt, dan zijn er drie dogma's die een beetje omvergeworpen worden. In de eerste plaats is dat het dogma, als je maar scherpe doelen stelt aan het begin, dan kom je er. Nou, dat hebben we gedaan. En die scherpe doelen, die leiden er alleen maar toe dat iedereen de zekerheid wilde hebben dat die doelen gehaald werden. En dat betekent dat iedereen op een laag ambitieniveau ging zitten. Daarom hebben we gezegd, we laten de doelen vallen, we gaan voor ambities, want dan durven mensen veel verder te kijken dan kleine stapjes vooruit. Tweede punt is, ja, als de regelgeving maar verandert, dan komt het ook wel goed.
Nou, ook hier is het zo dat als je de regelgeving aanpast, die opgesteld wordt, die normen, door de betonsector zelf, ook Europees, dan heb je ook daar weer te maken met incrementele verbeteringen, terwijl je grotere stappen wil zetten. Daarom hebben we gezegd, nee, we gaan sturen via de aanbestedingseisen die we in de loop van de tijd tot 2030 aanzienlijk naar beneden toe, dus scherper, gaan bijstellen. En het laatste dogma is, nou, als je begint, dan zet je een plan uit en dan kan je van A tot Z dat uitvoeren zoals je gepland hebt. No way. Dat is precies niet wat het is, want het is een proces. Ik zeg, we zijn een netwerk en dat netwerk moet procesmatig gestuurd worden. En als voorzitter probeer ik iedereen de hele tijd op één lijn te krijgen, gericht op het ambitieuze doel dat iedereen wil, maar individueel niet kan bereiken. En nu zijn we heel ver. En ook als ik kijk naar wat we nu met het bouwakkoord staal doen, ja, dan kunnen we zoveel leren van onze ervaringen met het betonakkoord, dat we daar versneld eigenlijk dat wat we toch in een 4-5 jaar hebben moeten doen, nu in praktisch 1,5 jaar kunnen doen, zodat we snel ook daar het beentje bij trekken en op kunnen trekken met het betonakkoord. Dank u wel. Dank u wel. Helder betoog met een aantal lessons learned. Er blijven toch nog wel een paar vragen over die we met u mogen doornemen. Want we hebben het over iets waar een enorme urgentie op rust, hè, op dit hele probleem. U heeft heel wat problemen in uw leven aangepakt, maar maakt dit het ook wezenlijk anders als die urgentie zo groot is? En merkt u dat ook in de mensen die het aanpakken? Absoluut. Ja, als je kijkt ook naar de urgentie die ook weer uit Glasgow komt, van 1,5 graden, daar moeten we naar toe als het gaat om de opwarming van de aarde die beperkt moet worden en de CO2-uitstoot. Nou, dus als we kijken naar ook de gevolgen daarvan in termen van EU-beleid, dan zie je dat de CO2-belasting aanzienlijk gaat toenemen, bijvoorbeeld voor de cementindustrie, waardoor het product duurder wordt. Is ook een urgentiepunt. De discussie over hout heeft ook te maken met de grotere urgentie om te verduurzamen. En wat ook belangrijk is te vermelden, wij doen het in Nederland verhoudingsgewijs goed. 7% wereldwijd, wij zitten op 3,5%. Dat is dus de helft. Dat komt doordat we hoogoverslakken gebruiken en vliegas als vervanger deels van cement. Maar als de kolencentrales dichtgaan, en als Tata Steel en alle andere staalbedrijven hun productieprocessen aanpakken, is die hoeveelheid overslag verminderd en er wordt ook veel meer van gebruikt. Nou, met andere woorden, al die punten van urgentie maken dat, nou, in die betonsector hoef ik niet meer uit te leggen dat er gehandeld moet worden, maar het gaat om het hoe. Ja. Ook nog even naar die conferentie, want de burgers kijken daar wel eens naar en die zien dan dat er heel lang over een slotverklaring bijvoorbeeld gedaan wordt. En die denken dan een beetje, ja, helpt dat nou? Maar u zegt altijd, ja, dat heet niet voor niets Paris Proof ook en we zijn in Glasgow geweest. Dat geeft ook weer versnelling of verhoging van urgentie? Ja, niet zozeer in wat er nou precies besloten is ter plekke, maar de EU scherpt absoluut de regels aan en er is afgesproken dat volgend jaar alle landen moeten rapporteren over hun voortgang. Nou, dat is echt al heel lang het heikele punt. En nu moeten de mensen echt leveren. En dat is ook een heel belangrijke mijlpaal. Want als je niet weet hoe ver je bent, kan je niks natuurlijk afspreken met elkaar. Interessant vond ik uiteraard ook wat u zei van ja, doelen, ambitieuze doelen en ambities. Dat zijn eigenlijk verschillende dingen en we moeten het van ambities hebben. Kunt u dat nog even, want die doelen, dat helpt niet? Dat is een ver weg. Nou kijk, als je doelen stelt en je zet ook je poot onder een akkoord als bedrijf, dan denk ik, ja, maar dan wil ik wel zeker weten dat ik het haal. En psychologisch werkt het dan zo dat mensen denken, oké, maar dit weet ik zeker dat ik dat ga halen. En dan zit je dus niet op een ambitieus niveau. We zaten op 30% CO2-reductie naar 2030 toe, waarvan we al een deel in het verleden hebben gehaald. Dus dat was in wezen niet ambitieus. Nu weten we, en dat is wel interessant, door alles nu eens te gaan bekijken, van wat kunnen we allemaal? Hè, en wat hebben we aan technologieën allemaal? Nou, ik was echt heel erg blij verrast, laat ik het zo zeggen, hoeveel er al op de plank ligt en wat in potentie dus in korte tijd uitgerold kan worden. Dat is heel veel. En dat kan de CO2-footprint verlagen, maar ook de circulariteit verhogen. En al die dingen die stagneren nou, maar die kunnen door gerichte sturing
zo in de markt gezet worden. Dus, en door dat te zien en te zien dat we daarmee veel verder komen, is er plots een openheid te zeggen, ja, maar als dat allemaal kan, moeten we toch aan de slag. Dan, u zei daar ook iets over, het hoe, zeg maar. Want ik stel me ook voor, een aantal mensen zitten te kijken. Die willen echt wel, die kijken ook niet voor niks. Die zijn ermee bezig. Maar ja, hoe zet je die processen in gang, zeg maar? Dat is toch nog een vraag. Nou ja, dat is ook een gepuzzel, hè. Want je kan, wat ik zei, je kan makkelijk zeggen, nou, de regelgeving aanpassen en dan gaat iedereen marcheren. Maar dan gaat iedereen maar stapje voor stapje marcheren. Terwijl je veel duidelijker mogelijkheden hebt om veel verder te komen. Nou, wat wij hebben geconstateerd, dat is dat die sturing via de opdrachtgevers, die aanbestedingseisen formuleren, dat die heel bepalend is. En als die ook naar beneden gaan volgens een pad wat iedereen ook in de tijd al weet van tevoren, dan is er zekerheid in de markt, oh, daar gaat het naartoe. En nou is het nog aan mij om te zorgen dat Den Haag ook, en met name de staatssecretaris van Milieu, zegt, oké, die eisen, die ga ik nu generiek verklaren, via een aanwijzing of anderszins, waardoor iedereen in de markt op zijn minst aan die eisen moet voldoen. Want dan gaan alle publieke en private opdrachtgevers gaan sturen op dezelfde manier, en dat is echt broodnodig, omdat dan zichtbaar is waar we naartoe gaan en ook wat het perspectief wordt. Nou, daar zijn we dus heel hard mee bezig en daar sturen we op. Dat is de volgende uitdaging, zeg maar. Want, nou, de uitdaging is al grotendeels geslaagd. Grotendeels geslaagd. Maar behalve ben ik nu, omdat er dus een demissionair kabinet was, kon ik dus niet het laatste puntje rechtzetten. We hebben ook lang gedacht, in beweging krijgen van koplopers. Ach, dat lukt wel. En dan gaat het peloton wel volgen. Maar zo eenvoudig is het niet, hè? Nee, maar wat we wel hebben gedaan, en dat was heel interessant. We hadden dus een roadmap gemaakt met alle opties van wat kunnen we doen. En dat bleek, wat ik al zei, dat er zoveel mogelijk is. Dat is heel verheugend. Maar toen zijn we de koplopers gaan vragen. Nou, er ligt blijkbaar al van alles bij jullie op de plank. Waarom komt dat niet van die plank af? En dat gaf ontzettend veel inzicht. Want dat gaf het inzicht, ja, maar er wordt niet om gevraagd, want die eisen zijn niet strak genoeg. Dat was één. En het tweede was, ja, we hebben kwaliteitsborging, maar dat is gebaseerd op normen waar wij nooit aan kunnen voldoen, omdat er veel te veel al gestuurd wordt vanuit wat er nu moet. En dat is bijvoorbeeld een hoeveelheid cement erin. Stel dat je iets hebt wat helemaal niet cement bevat, dan is dat veel moeilijker getoetst te krijgen. Dus hebben we daar nu een andere procedure voor ontwikkeld. Beton op prestatie, richtlijn, waardoor je ook door de procedures kan komen. Dus ook dat hebben we dit jaar opgelost. Zodat ook die marktpartijen, als ze zien dat het in de toekomst echt strakker wordt, ook marktkansen zien om echt grootschalig nu te gaan investeren in fabrieken. Want daar moet het om gaan. Het is dus een heel spel. Hè? Ik probeer het simpel uit te leggen. Nou ja, maar het is een. De complexiteit is helder. De complexiteit is helder. Ik denk dat ieder dat ook wel weet, hoe complex het is. Dan toch nog even naar die overheid. Want u zegt, ja, natuurlijk ook de demissionairheid van het kabinet. De COVID-pandemie, die ongetwijfeld ook voor vertraging zorgt. Gaat het wel lukken in Den Haag? Nou, ik heb er al hoop op. Want we hebben een brief gestuurd namens alle partijen van het betonakkoord. En dat zijn dus alle mensen in de betonketen, inclusief het betonhuis en de betonvereniging. Dus het is iedereen. En de recyclers en slopers en de opdrachtgevers die in het betonakkoord zitten, die hebben allemaal gezegd in de brief, u hoeft niet veel te doen, maar dit is wat echt heel erg belangrijk is. En dat betekent harmoniseren van de aanbestedingseisen die we nu gaan opstellen. En als tweede, maar dat is geadresseerd aan de minister van Economische Zaken, dat gaat over innovatiegelden. Want zoals ik al zei, ja, het is een sector die heel operationeel is, niet gewend is om heel veel te investeren in innovaties. Dus daar moet echt wel een boost aan gegeven worden. Mijn laatste vraag is, ik zit te kijken, ik denk, nou, we zijn goed onderweg. Ik hoor 3,5 in plaats van 7. Ik denk, we doen het zo gek nog niet. Maar ik wil morgen ook al iets doen. Kan eigenlijk iedereen morgen al starten met iets? Ja, zeker. En hoe dan? Nou, omdat het duidelijk is waar je al met allerlei maatregelen zo de CO2 naar beneden kunt krijgen. En ook wat je kan doen, en dat bewijst ING met wat er al aan beton hergebruikt wordt. Je kan al meteen aan de slag en we zijn er al mee aan de slag.
We hebben al eisen ten aanzien van wat je beter kan doen. En allemaal lijstjes van let daarop. En kijk, dit kunnen we ook allemaal al. Dus mijn conclusie is, we zijn er bijna. Nog een klein zetje. Ja. En dan gaat het hele zaakje vliegen. En ik hoop dat ik dat met staal in de bouw ook op deze manier met de mensen samen voor elkaar kan krijgen. Ja, want ik wou zeggen, mijn conclusie is, hier staat een zeer enthousiaste, positief gestemd persoon. Die zegt, we hebben het over iets. Nee, maar we hebben ook nog wat mopperaars. Maar u zegt, nee, we staan er goed voor. Gaat het gewoon goed gebeuren. Ja, ik bedoel, als je niet die instelling hebt, dan kom je nergens natuurlijk. Ik wil u danken voor uw heldere uitleg en de oproep die u daarmee gedaan heeft. En u heel veel succes wensen, omdat het met het staal hetzelfde zal gaan als met het beton. Zeer veel dank voor het feit dat u hier wilde zijn. Jacqueline Kramer, dank. Dank u wel. Wij gaan naar de volgende gast en die zit op afstand, dus dat is altijd weer even spannend, maar ik zie hem al, dus volgens mij gaat het helemaal goed komen. Edgar van den Brug is programmamanager van Climate Action bij IKEA, IKEA Foundation en een van de funders van de Europese Building Life Program, ik moet het helemaal goed zeggen. Hoor jij me helemaal goed, Edgar? Krijg je het allemaal mee? Ja. Nou, helemaal perfect. Zeker. Ik ga jou het woord geven. Jij gaat ons even meenemen over een van de funders zijn jullie van het Europese Building Life Program. Aan jou het woord. Hartelijk dank. Ja, dus inderdaad, de IKEA Stichting zijn wij, IKEA Foundation in het Engels, een onafhankelijke goede doelen stichting die zich richt op het verbeteren van de situatie voor mens en planeet in de breedte, met een speciale focus op klimaatverandering. Wat wij doen is, wij sponsoren zogeheten non-profit organisaties die ons helpen om de klimaattransitie te versnellen. En wij doen dat via stakeholdergroepen zoals overheden, bedrijven, financiële instellingen, en het publiek, algemene publiek. Dus eigenlijk, ja, Jacqueline Kramer meldde ook al eigenlijk al het belang van al die verschillende stakeholders en het belang om iedereen op één lijn te krijgen. Nou, binnen ons werk dat gericht is op het bedrijfsleven, hebben wij een speciale focus op de gebouwde omgeving. En de reden is eigenlijk dat de gebouwde omgeving, zoals jullie allemaal weten, verantwoordelijk is voor een groot deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De gebouwde omgeving raakt ons allemaal, want het heeft een grote invloed op onze kwaliteit van leven. Denk aan luchtkwaliteit, wooncomfort, maar ook bijvoorbeeld betaalbaarheid van energie. En tevens is de gebouwde omgeving voor ons eigenlijk een goede ingang richting het verlagen van broeikasgasemissies. Omdat als je een gebouw volledig wilt decarboniseren, dan zul je ook de elektriciteitsopwekking moeten aanpakken, het warmtegebruik, maar ook bijvoorbeeld de bouwmaterialen in de keten, waar Jacqueline het ook al over had. En dan kom je eigenlijk bij de zware industrie terecht, ijzer en staal, cement en bulkchemie. Nou, om onze aanpak eigenlijk te laten slagen en die versnelling te krijgen in de klimaattransitie, werken wij dus op verschillende niveaus samen. Op het gebied van overheden moet je dan bijvoorbeeld denken aan het werk met de European Climate Foundation. En de European Climate Foundation is een non-profit instelling met veel deskundigen op het gebied van de energietransitie. En die proberen eigenlijk in Europese initiatieven, samen met de Europese Commissie en andere Europese instellingen, initiatieven zoals de Renovation Wave zo ambitieus mogelijk te krijgen. En ook tegelijkertijd te zorgen voor een faire transitie naar de toekomst. Dus te zorgen voor een energietransitie waarin woningen en energierekeningen in de toekomst ook betaalbaar blijven. We werken via andere organisaties, ook op politiek niveau, in bijvoorbeeld via de organisatie Shakti werken we in India, via de organisatie X werken we in Brazilië en we zijn bezig om een nieuwe organisatie op te richten in Indonesië. Een andere invalshoek waarin wij proberen om dit werk vrucht te laten dragen is door, wat net ook al werd genoemd, eigenlijk de inkoopkracht van de publieke sector te verbeteren. En er is een Nederlands initiatief wat eigenlijk al inmiddels omarmd wordt door een groot deel van de publieke sector. Inmiddels door de meeste ministeries, maar ook waterschappen en steeds meer gemeentes kijken daarna. En dat is de zogeheten CO2-prestatieladder. En dat zien wij ook als een instrument dat nuttig is voor andere landen. En momenteel supporten wij die organisatie om te kijken of die uitrol naar meerdere landen mogelijk zou kunnen zijn. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de financiële sector, dan ondersteunen wij een initiatief dat heet het Platform Carbon Accounting Financials. En dat stelt financiële instellingen in staat om bijvoorbeeld bij het rapporteren over hun emissies van hun vastgoedportfolio, dat op een juiste en integere manier te doen.
Nou, dan kom ik eigenlijk steeds dichter bij het werk van Building Life, van de World Green Building Council. Want als je dan kijkt wat we doen om eigenlijk hele ketens te beïnvloeden, dan werken we bijvoorbeeld samen met organisaties zoals Healthcare Without Harm. Die probeert om eigenlijk de hele keten van farmaceutische instellingen, maar ook ziekenhuizen, die een relatief grote emitter zijn, om die volledig te decarboniseren. En gebouwen spelen daar een belangrijke rol in. We werken samen met initiatieven zoals het Women Business Initiative, die dan op haar beurt weer initiatieven ondersteunt, zoals bijvoorbeeld het World Economic Forum Mission Possible Initiative, of ook het Global ABC Initiative. En een belangrijk om nog te noemen is het zogeheten Science-Based Targets Initiative, dat bedrijven helpt hoe ze eigenlijk toekomstige klimaatdoelen kunnen stellen in lijn met 1,5 graden opwarming van onze planeet. Dus ik zeg dit eigenlijk om te laten zien dat wij, dat is een voorbeeld van die holistische benadering die wij voorstaan met onze stichting. En ik noemde al even het support aan het Building Life werk van de World Green Building Council, samen met 10 nationale building councils in Europa, waaronder de Nederlandse. En wat wij als unieke kracht zien van dat initiatief in dit grote plaatje, is dat World Green Building Council en de nationale councils eigenlijk zo ontzettend goed een goede connectie maken met de hele keten in de gebouwde sector, die gewoon heel erg complex is. En met haar meer dan 30.000 leden is zij in staat om niet alleen aan te dringen op verbeteringen in de sector en bijvoorbeeld verbeteringen in regelgeving, maar daarbij gelijk ook alle relevante stakeholders mee aan boord te nemen, zodat iedereen eigenlijk naar een gezamenlijk doel kan toewerken. Helder. Ja, nou, ik wil je zeer danken voor je uitleg en je uiteraard heel veel succes wensen met de stappen die jullie willen maken en die jullie willen stimuleren. En ik hoop dat een ieder die denkt daar wat aan te kunnen hebben ook met jullie daarover samen in contact kan gaan. Zeer veel dank en dank dat je bij ons wilde zijn. Edgar van den Brug van de IKEA Foundation, dank je wel. Inmiddels zijn er 2 projectmanagers hier het podium hebben ze betreden. Projectmanager Circulariteit, Letitia Nossek, en projectmanager Paris Proof, Eefje Stutvoet. Welkom allebei. De roadmap, daar zijn we bij aangeland. Dat woord speelt een belangrijke rol. Jullie gaan ons in een 3-traps raket, zeg maar, meenemen over waar we het allemaal over moeten hebben. Volgens mij, Letitia, ga jij beginnen, klopt dat? Nee, Eefje. Oh, nou, dan gaat Eefje beginnen. Ik ga in ieder geval het podium vrijmaken en wij gaan het onderdeel roadmap geheel door jullie laten verzorgen. Ja, dank. We zijn hier vandaag bijeen om inderdaad, wat eigenlijk al eerder aangekondigd is, om het operationeel deel en het materiaalgebonden deel bij elkaar te brengen. Zoals we eigenlijk vandaag al begonnen, wat Martin ook al aangaf, vanuit het Klimaatakkoord van Parijs, al in 2015 hebben we als DGBC de handschoen opgepakt, dat we zeggen van, we moeten daar echt versnelling mee maken, we moeten echt die verduurzaming van die gebouwen moeten we veel meer op in gaan zetten, want daar zit een grote uitstoot. En als ik even dan ook het plaatje erbij pak, hoe groot is die uitstoot dan, die we gezamenlijk hebben? Vanuit het operationeel energiegebruik in gebouwen, dus het energiegebruik dat we in gebouwen hebben, stoten we zo 29% CO2 uit van het totaal in Nederland. Dus dat is echt wel een heel groot aandeel en daarom zijn we daar eigenlijk ook mee gestart. Vandaar ligt echt de grote uitdaging. Maar misschien was het eerst een blinde vlek, maar weten we ook van met het verduurzamen van de gebouwen, maar ook met het nieuwbouwen, daarmee stoten we ook CO2 uit. En ook dat heeft nog wel een flinke punt in de taart eigenlijk van onze totale CO2-uitstoot. En daar zit zo'n 11% in. En met het verminderen van het operationeel energiegebruik, waarmee we dus ook meer materialen in die gebouwen stoppen, gaat ook steeds meer eigenlijk de verhouding naar het materiaalgebonden energiegebruik toe. Waardoor het eigenlijk steeds belangrijker wordt om dat er nu ook bij te gaan pakken. Ja. Daarom geven we hier eigenlijk nu ook met Building Life en de Paris Proof uitbreiding daar ook aandacht aan. Als je kijkt naar de uitstoot in Nederland, dan zie je dat het overgrote gedeelte inderdaad nog in operationeel zit. Maar als je nu gaat kijken naar een gebouw zelf, zie je dat de uitstoot van één gebouw, dus perspectief van één gebouw, dat het ongeveer 50-50 is in materiaalgebonden
emissies en operationele emissies. Je kan het een beetje zien als de capex-opex, dus hoeveel ga je investeren in materiaalgebonden emissies en hoeveel is de uitstoot op operationeel vlak. Zo zou je die ook kunnen zien als je naar renovatie gaat kijken. Dus hoeveel ga je investeren om misschien je operationele stuk naar beneden te kunnen krijgen en daarmee dus je opex naar beneden kunnen krijgen. Dat zijn dus eigenlijk drie opgaves voor de gebouwde omgeving als we kijken naar emissie. Operationele energie in de bestaande gebouwde omgeving. Dus dat zie je dus voornamelijk in de gebouwen die al staan. Voor nieuwbouw speelt dat dan wat minder mee, omdat we daar toch wel strenge eisen in hebben. Materiaalgebonden emissies. Daar ligt dus de focus voor de nieuwbouwopgave. Die 11% die we net zagen, die moet daar dus echt wel flink naar beneden toe. Daar moet echt bewustwording en meer aandacht aan gegeven worden. Maar je hebt ze natuurlijk alle twee te pakken als je kijkt naar renovatie. Want ook als je gaat renoveren, moet je rekening mee houden. Wat stop je dan in een gebouw en haal je dat er eigenlijk wel uit? Heeft het wel vanuit een duurzaamheidsperspectief wel gewoon nut om bepaalde renovatie te gaan doen? Dat zijn drie grote opgaves. Voor operationeel hebben we dus Paris Proof. Daar hebben we dus ook doelstellingen voor. Dat geeft Evie nog wat verder vertellen. Ja, vanuit Paris Proof hebben we altijd gezegd, we willen sturen op het werkelijk energiegebruik. Dat is waar de gebouwgebruiker, de gebouweigenaar invloed op heeft. Dat kan hij zich op focussen, daarop terugbrengen. Dat kan ik eigenlijk uitleggen aan ook mijn buurman of wie dan ook. Dat moeten we terugbrengen. Daar hebben we de werkelijke energie-intensiteit-indicator voor neergezet als eigenlijk het meetinstrument om het werkelijk energiegebruik te bepalen. Daarnaast hebben we doelen gezet van hoe ver moeten we dan het energiegebruik terugbrengen. Waarbij we de redenatie hebben gebruikt van hoeveel duurzame energie kunnen we in Nederland opwekken. Dat is ongeveer 1/3 van wat we nu gebruiken. Ze hebben gezegd dan moeten we 2/3 besparen. Dat is ons Paris Proof doel. 2/3 besparen op het werkelijk energiegebruik. Als DGBC hebben we ook gezegd van we willen dat niet in 2050 pas halen als waar het energieakkoord of het klimaatakkoord om gaat, maar we willen dat eerder doen. Maar we focussen dus op het energiegebruik, maar ook daarmee kunnen we wel omrekenen van wat is nou onze CO2-uitstoot. Want dat willen we uiteindelijk reduceren. En die twee zijn natuurlijk direct aan elkaar gelinkt. Dus we kunnen vanuit het werkelijk energiegebruik kunnen we dat omrekenen met de emissiefactoren naar ook CO2, wat is dan het werkelijke CO2-uitstoot? Dat geeft ook de WEI geeft daar ook inderdaad een extra indicator voor om het CO2 uit te drukken. Maar hebben we ook gekeken van kunnen we die ook in de tijd plaatsen? Als we bijvoorbeeld doelstellingen hebben wat nu het kabinet heeft gezegd van we willen sturen op 60% CO2-reductie in 2030. Dan hebben we gezegd van dat komt ongeveer overeen als we kijken van hoe gaat het energienet zich ontwikkelen met wijkklasse zuinig. Dus daar kunnen we dan vanuit het gebouwgebruikers, gebouweigenaar op richten. Wijkklasse zuinig, dan zitten we ongeveer goed met de 60% doelstelling. Als we kijken naar het 1,5-graden budget, dan moeten we eigenlijk nog een strengere lijn aanhouden. Want ons budget is niet zo groot, dat moeten we eigenlijk veel nog stranker omlaag halen. En dan komen we ongeveer uit met wijkklasse zuinig al in 2025 moeten we dan al halen. En zeer zuinig al in 2030 en per proef dan 2040. Dan komen we ongeveer in de buurt van dat we binnen het 1,5-graden budget blijven. Daarnaast zeggen we natuurlijk, wij willen eigenlijk focussen op de energiebesparing. Dat kunnen wij vanuit ons eigen gebouwinvloed kunnen we doen. Daarnaast komt natuurlijk ook dat we eigenlijk de duurzame opwekkant, dat zeggen we daar, dat moet eigenlijk centraal in Nederland geregeld worden. Maar natuurlijk kan je daar vanuit je eigen gebouw ook, heb je er invloed op. Bijvoorbeeld, je zal hem ook van het aardgas af moeten halen. Je kan zelf duurzame energie ook inkopen of duurzame warmte daar de afspraken. Of uiteindelijk kan je iets maar compensatie. Maar de focus is echt op die energiebesparing. Daar ligt de grote invloed voor het operationele emissies. Ja, en voor materiaalgebonden pakken we eigenlijk een andere aanpakbeet. We nemen daarvoor het IPCC carbon budget vast.
waarvan we zeggen, wat zegt het IPCC, wat we nog kunnen uitstoten om binnen de 1,5 graden te kunnen blijven. En wat betekent dat dan voor Nederland? Wat betekent dat dan voor de Nederlandse bouw? En wat betekent dat dus ook voor die materiaalgebonden emissies? Hoeveel gaan we dan nog bouwen voor nieuwbouw en voor innovatie? Wat betekent dat dan dus voor kilogram CO2 wat je per vierkante meter zou kunnen uitstoten? Dus we hebben dat op die manier geformuleerd. Dat onderzoek is uitgevoerd door Martijn van Leeuwen van Nibe, die hierna ook hier wat verder over de rekenmethodiek zal vertellen. Hier zijn even de grenswaarden dan ook. Maar ik denk dat ik hem dan ook even aan Martijn door ga geven via Tom van het Hek. Ja. Dank allereerst voor jullie eerste deel van jullie presentatie. En Martijn van Leeuwen, dat is ook weer spannend, ook die komt via de stream tot ons. Dus ik hoop dat Martijn, dat wij verbinding met jou hebben op dit moment. En mijn vraag is of dat ook zo is. Ja, daar is hij. Hoor je ons ook, Martijn? Ja, zeker. Gaat helemaal goed. Nou, fijn. Je bent al even kort eigenlijk geïntroduceerd, directeur bij het NIBE. Rekenmeester noem ik je maar even, want je gaat ons meenemen in de harde maten en getallen. Dus ik geef allereerst het woord eens even aan jou om ons eens even mee te nemen in hoe dat nou in werkelijkheid gaat. Martijn van Leeuwen. Ja, dankjewel. Ja, ik ga jullie even in vogelvlucht en in rap tempo even doornemen door de methode, hoe we dat uiteindelijk hebben ingeschat en hoe we tot die budgetten zijn gekomen. Er zijn ook uitgebreidere video's over gemaakt. Als je die wil zien, stuur me een mailtje, dan geef ik je een link en dan kun je kijken naar een uitgebreidere versie van het verhaal. En er zijn ook uitgebreide achtergrondrapporten van. Ik heb het werk samen met een collega gedaan, Marvin Spitsbaard. Marvin heeft bij ons het echte Excel-sheet in elkaar gezet, waar het echte rekenwerk in gebeurt. En samen hebben we uiteindelijk zeg maar, gekozen hoe we tot streefwaarden kunnen komen voor de budgetten voor de bouw. De vraag die we ons gesteld hebben is vrij eenvoudig. Hè. We weten wat er in Nederland aan de hand is. Hè. Als we even kijken naar hoe dat het KNMI dat nu laat zien, wat er met de temperatuur in Nederland aan de hand is. Dit zijn we, dit is Nederland. Ik kijk het liefst ook altijd gewoon naar Nederland, want dat zegt ons toch het meeste. De temperatuur is vanaf 1900 al 1,5 graad gestegen als je de officiële methodes hanteert door het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar te tellen als de temperatuur van nu. Kijk je naar de temperatuur van ons laatste jaar, dan zie je dat we al 2 graden zijn gestegen. En als je kijkt waar we heen gaan, dan zijn de voorspellingen niet gunstig. Zijn we hard op weg om in Nederland naar 4 tot 5 graden opwarming te gaan. Dat klinkt een beetje abstract, maar dan zeg ik toch al tegen mensen, bedenk je dan liever niet 4, 5 graden opwarming, maar denk gewoon 5 meter zeespiegelstijging. Dat zegt je dan misschien wel veel meer. Bedenk even waar je woont. En bedenk even wat er dan aan de hand is als het water daar 5 meter hoger zou staan. De rivieren kunnen hun water niet meer naar zee kwijt. Dus woon je dichtbij een grote rivier, dan zal je daar consequenties van gaan ervaren. Woon je in de Randstad, ja, dan wordt het helemaal spannend, denk ik. Dus alle reden ook voor Nederland om zich denk ik hard te maken, om binnen een vorm van budget te blijven, zodat we niet uit de bocht vliegen met de opwarmingsscenario's. Kijk. We doen nu 10 jaar vooruit en stellen onszelf doelen. Ik hoorde Jacqueline ook zeggen, 30% reductie in 2030, misschien wel 49% reductie als ambitie in 2030. Bij NIBE zien we toch de laatste jaren een beetje een ongemakkelijk, ongemakkelijk gevoel. Die doelen ver weg lijken naar ons idee toch te leiden tot uitstelgedrag. En we zouden eigenlijk doelen willen voor elk tussenliggend jaar. En dan ga je niet elk jaar zeg maar een procent reductie per jaar afspreken met elkaar. Maar ik denk als je dan even de vergelijking neemt met je portemonnee. Als je weet dat je maar zoveel mag uitgeven en je moet er 10 jaar mee doen. Dan ga je jezelf gewoon een budget per jaar geven waar je aan moet houden. Om te weten of je op je binnen het totale doel gaat blijven. En dat kan met CO2 ook. We weten hoeveel CO2 we nog in de atmosfeer erbij kunnen hebben om bepaalde opwarming te accepteren. En dat kun je in een budget uitdrukken. En dat budget kun je dan vervolgens gewoon eigenlijk per jaar neerzetten. En dan kun je jezelf jaarlijks tegen afrekenen. Dat is eigenlijk wat we beogen. Dat budget ligt eigenlijk wel vast. Dat liet Letitia net ook al zien. Er is een wereldwijd budget. Dat is 400 gigaton als we binnen 1,5 graden willen blijven. Dan kun je naar Nederland verdelen. 900 miljoen ton ongeveer als je het op inwonersaantal doet. En als je zegt wat doet de bouw dan?
ja, wij doen nu 11% van de uitstoot. Dus als je 11% van het budget dan neemt, dan krijgen wij 100 miljoen ton CO2 nog uit te stoten. Van nu tot oneindig. Hè. Meer mogen het dan ook niet worden. Als we dan kijken naar wat we totaal willen bouwen in Nederland, dat ligt eigenlijk ook vast. We hebben een nieuwbouwopgave. Nou, die is vrij fors. We willen elk jaar toch minstens 70.000 woningen en liever nog een paar meer neerzetten. We willen ook altijd nog kantoren bouwen en vastgoed neerzetten. En we hebben een enorme voorraad die moet gerenoveerd. En dat is eigenlijk ook wel bekend wat we daarmee moeten doen. Hè. We weten hoeveel vierkante meter we moeten renoveren. We weten hoeveel woningen we moeten renoveren. Dus dat is eigenlijk allemaal goed in beeld. En als we ook kijken hoe doen we het vandaag de dag, dat hebben we ook uitgerekend. Hebben we 50 referentiegebouwen genomen, goed bekeken. En dan weten we eigenlijk hoe we vandaag de dag renoveren en nieuw bouwen. Dus dan kun je gewoon de CO2-uitstoot per vierkante meter, per type bouwwerk, van de best in class, de worst in class en het gemiddelde kun je gewoon laten zien. Ja, dan, daarna is eigenlijk rekenen. Hè. Daarna is eigenlijk gewoon maak een scenario model en ga kijken wat je zou moeten doen om in het totaal, met je totale opgave, wat je wil doen, bouwen, nieuwbouw en renovatie, binnen budget te blijven. Dus eigenlijk is dat een hele makkelijke rekenopgave. Dus hebben we, heeft Marvin voor ons allemaal in een groot model gestopt. Alle parameters zitten erin. Je kunt de settingen kiezen zoals je wil laten plaatsvinden. Dus de renovatiesnelheden, de woningbouwvoorraad zit erin. De kantoren zitten erin. De best in class en worst in class en gemiddelde zitten erin. Je kan kiezen of je met best in class, worst in class of gemiddeld wil bouwen. En je kan ook nog kiezen of je nog x% beter dan dat wil bouwen. En dan kun je net zo lang scenario's draaien of optimaliseren tot je duidelijk in beeld hebt hoe je binnen dat budget moet blijven. Daar kwam een heel verrassend antwoord uit eigenlijk, dat het kan. Dat was eigenlijk het verrassende antwoord, dat met de complete opgave die we nog voor de boeg hebben, kunnen we net binnen budget blijven. Daarvoor moeten we dan wel nu biobased bouwen en urban mining grootschalig invoeren. Dat is een randvoorwaarde, zonder dat lukt het niet. De industrie moet zich vanaf nu jaarlijks 5% per jaar verbeteren. Dus dat kan ik aan Jacqueline meegeven voor het betonakkoord. Minstens 5% per jaar, jaar op jaar, 10 jaar lang. Dat is nodig. En als we dat dan doen en we bouwen met best in class, dus eigenlijk het best wat we vandaag kunnen, en dan met die verbeteringen, dan blijven we net binnen het budget. Dan redden we het net. Dus het pad, zeg maar, naar die 100 miljoen ton, die is er nog. Dat is er nog. Het nare met die budgetten is wel, en dat is ook waarom ik denk dat het goed is om met budgetten te werken. Als we nu een vies jaar doen, waar we niet ons beoogde doel halen, dan gaat het van de rest van de budgetten automatisch af. Dus als we vandaag, dit jaar, ons budget plus 10% uitgeven, dan die 10% die wordt gekort op de toekomstige budgetten. Om in het totaal weer gelijk te blijven. En dan wordt je budget van volgend jaar alleen maar strenger. En op een gegeven moment gaan paden dus uit beeld verdwijnen. Dat zie je al gebeuren. Als wij nu 2 jaar niks doen, dan is het 1,5 graden pad uit beeld. Dan komt dat ook niet meer in beeld. Dan redden we het gewoon niet meer. En zo zul je zien dat telkens die kleurtjes die we in de eerste slide zagen, die scenario's die ons tot een bepaalde hoogte brengen, ja, die raken langzaam uit beeld als wij te traag zijn. Als wij onze transitie niet in het vereiste tempo doorvoeren, dan verliezen we telkens meer perspectief op haalbare paden. En gaan we dus hoger uitkomen. En zo kun je elk jaar kun je dat gewoon volgen aan je budgetten. En die modellen zijn ondertussen zo nauwkeurig dat we ook wel weten wat de consequenties daarvan zullen zijn. Ja, voor de liefhebbers in NPG-waarden, dus als je nog 1 keer klikt, dan kun je zien dat dit voor nieuwbouwwoningen 0,35 NPG-waarden zou zijn. Dat is hartstikke lastig te halen. En voor een kantoor 0,55. En dat is ook hartstikke moeilijk te halen, maar het kan wel. En ik ga nu even een gebouw laten zien. Oh nee, ik ga eerst even laten zien hoe je dit zelf moet uitrekenen. Dit kun je dus eigenlijk heel makkelijk zelf uitrekenen. Wij werken met bestaande rekeninstrumenten, gewoon de bestaande NPG-instrumenten. We hebben een rekenprotocol opgesteld dat ze stap voor stap zet wat je moet doen. Je moet de levensduur van je bouwwerk op een bepaalde waarde zetten. Je moet naar modules A1 tot A5 kijken en niet de andere modules van de rekeninstrumenten. En je moet alleen naar CO2 kijken en niet de andere milieueffecten. Dat kan allemaal in die rekentools. Ik hoop dat ze het nog makkelijker gaan maken door een Paris Proof blaadje toe te voegen aan de resultaten. Want dan wordt het voor je nog makkelijker om te doen. Maar nu kunt u het met de hand ook al doen. Je neemt gewoon het bestaande rekeninstrument waar u vandaag al mee werkt. Wat aangesloten is op de nieuwste versie van de NMD. U doet die berekening.
voor uw pand. U zet uw pand op 30 jaar levensduur. U zet vervolgens de modules A1 tot en met A5 open om te kijken. En u leest de carbonwaardes af, de CO2-waardes. En die druk je uit per vierkante meter. En niet per jaar, maar per vierkante meter. En dan heb je hem. En dan heb je de waarde die je zoekt. En dan kun je zien of je aan de grenswaarde zou voldoen die we gesteld hebben. Ja, is het haalbaar? Ik ga één gebouw laten zien. Dat heb ik zelf doorgerekend als testcase. Dat is dit gebouw. Het staat in Leiden. De snelle methode, Mantijn. Ja, de hele snelle methode. Want het gaat in 5 klikken achter elkaar door. Best een bijzonder gebouw neergezet. Ze hebben iets met donorconstructie gedaan. Dus ze hebben een donorstaalconstructie. Uniek, vrij uniek in Nederland. De hele draagconstructie is gebouwd van oud staal. Ze hebben de hele gevel met een bijzondere geveloplossing gemaakt. De totale begaande grondvloer is eigenlijk een stuk bestaande bestrating die ze ervoor hebben hergebruikt. Ze hebben alle tapijten hergebruikt of afgekeurde tapijten gebruikt. En de totale inrichting is uit hergebruikt materiaal. Dus alles met elkaar een bijzondere opgave. En nog één keer klikken. En ze komen dan op 248 kilogram per vierkante meter. En 250 is de grenswaarde. Dus dit gebouw is Paris Proof. En dat is het net. En dat is best met veel moeite. Het is best wel een bijzondere opgave geweest. De architecten kunnen er fantastisch over vertellen. U kunt het ook bekijken. En er komt ook een boek uit daarover, heb ik me laten vertellen. Interessant. Het is een mooie opgave. Maar het laat zien dat het kan. Maar het laat ook zien dat het niet zo eenvoudig is. Mantijn, ik wil je danken. Je boodschap is kraakhelder. Het is lastig, maar waar een wil is, is een weg. Het kan wel. Met rekenvoorbeeld erbij. Dus daar kan een ieder zijn of haar voordeel aan doen. Mag je zeer danken en succes wensen verder. Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE. En dan komen we bij een polvraag voor u. Want u heeft nu net dat prachtige protocol gezien. En misschien zei u daarvan, de vraag is, gebruikt u dat protocol al? Ja, ik heb al 1 of meerdere projecten doorgerekend. Nog niet, maar ik ben net zo enthousiast geworden door Mantijn. Ik ga er direct mee aan de slag. Nee, want ja, ik zou misschien wel willen, maar ik heb geen toegang tot de juiste data. Dus dat zijn de 3 antwoordmogelijkheden die u heeft. Ja, al 1 of meerdere projecten al doorgerekend. Nee, nog niet, maar ga er graag mee aan de slag. Of nee, ik heb geen toegang tot de juiste data. Uitslag van de poll gaan wij straks weer zien. Ik ga de beide dames Letitia en Eefje het woord teruggeven, want we gaan naar scenario's. Hè? Ja. Nou, we hebben net dus gehoord dat die doelstellingen, dat het nog best wel hard werken is om die ook te gaan behalen. Ja, dan zie je dus eigenlijk ook 3 oplossingen, wat Mantijn nu net ook zei. De verduurzaming van traditionele bouwmaterialen, waar Jacqueline natuurlijk ook net over heeft gehad. Daarnaast ook schaalvergroting van urban mining en biobased materialen. Ik heb niet zoveel tijd om het helemaal uit te gaan werken, maar wees niet getreurd, want we hebben het uitgewerkt in een roadmap. Daar hebben we de kansen en belemmeringen hiervan wat verder uitgewerkt. En hier gaan we de komende tijd ook verder mee aan de slag. Om te kijken, oké, wat is er nou nog nodig om deze schaalvergroting dan dus ook nog verder aan te wakkeren voor urban mining en biobased. Dat is allemaal goed na te lezen. Ja, en als we dan echt naar de doelstellingen kijken, hoe krijgen we nou het echt omlaag? Als we kijken naar operationeel energiegebruik, dan hebben wij gezegd bijvoorbeeld van kantoren, je mag 70 kilowattuur per vierkante meter gebruiken. Dan voldoe je aan Paris Proof. Maar het is eigenlijk vrij hoe je dat invult. Of je nou inderdaad gaat isoleren, of dat je energiezuinige installaties doet, of je verlichting, of energie gaat opwekken met PV-panelen op het dak, of... Ja, ik denk misschien wel het meest belangrijk ook het optimaliseren van je gebouw en het gebruik daarin. Dat is echt wel, als je het werkelijk energiegebruik wil halen, een heel belangrijke tak. Maar het maakt ons eigenlijk niet uit hoe je het haalt. Maar als we nou het materiaalgebonden energiegebruik erbij nemen, heb je ook allemaal verschillende dingen die je kan doen. En daar zit eigenlijk zeker wel een volgordelijkheid in. Het behouden van de bestaande materialen, het reduceren en het optimaliseren, circulaire instroom, de duurzaam opwekken. En ja, het uiterste, eigenlijk het sluitpost, als je het echt niet lukt, kan je alsnog gaan compenseren. Maar als je die 2 nou samen gaat nemen, dan gaat dat wel echt wat betekenen, welke maatregelen je nou gaat doen om het operationeel energiegebruik te nemen. Want dan is misschien inderdaad het isoleren een stuk interessanter dan die PV-panelen op het dak. Dus die 2 gaan daarmee echt samen gaan werken van hoe je nou het totaal omlaag gaat brengen.
Bas Koch, dank. Ja, dit is jullie tweede deel. Dan ga ik jullie heel even vragen om een klein beetje plaats te maken. Maar we gaan jullie zo terugzien in deel 3. Want ik ga een tweetal heren. Maar ik ga beginnen met Thomas Welling. De vragen of die naar voren komen. Die staat natuurlijk al klaar. Die gaat even de plek innemen. Hoofd van het transitieteam noem ik hem maar bij deze. En jij gaat ons meenemen in het ontwerpen. Hoe kan je met CO2-reductie ontwerpen? Dus daarvoor ga ik jou het woord geven. Thomas Welling. Ja, hartelijk dank inderdaad. Hoe kan je met CO2-reductie ontwerpen? Nou, we hebben daar vanuit het transitieteam aan een publicatie gewerkt. We hebben gezien dat het ontzettend belangrijk is om ontwerpers, in ieder geval partijen die in die vroege initiatieffase allemaal betrokken zijn, opdrachtgevers, om hen de nodige sturing te geven. Dan niet sturing door te meten achteraf, maar eigenlijk al vooraf het onderbuikgevoel aan te spreken. Nou, nog even een plaatje van het transitieteam. Circulaire bouweconomie is een hele club mensen tussen overheid en markt die werken eigenlijk aan de opgave om de Nederlandse bouweconomie volledig circulair te maken. Volgende. Dat doen we op een aantal onderdelen. Hè. De stip op de horizon is 2050, is nog ontzettend ver weg. Maar we zijn ondertussen hard bezig om die doelen voor 2030 helder te formuleren. En daarbij hoort de inrichting van een basiskamp in 2023. Een moment waarop we de instrumenten zo gereed hebben gemaakt dat we kunnen gaan opschalen. Nou, daarbij hoort marktontwikkeling. Hè. Daar is zo'n initiatief als waar we vandaag zijn ontzettend belangrijk voor. Want we kunnen het aan de ene kant natuurlijk heel goed formuleren. Maar als de markt er niet mee aan de slag gaat, ja, dan hebben we ons werk niet goed gedaan. Beleid, wet en regelgeving is een tweede speerpunt. Meten en kennis en bewustwording het laatste speerpunt. Dan de stap naar het materiaalgebonden emissie. Een plaatje die we al eerder zagen inderdaad. Operationeel, dat gaat zich met de tijd oplopen. Op het moment dat het nog niet een energie-neutraal gebouw is. Maar die embodied carbon, dat materiaalgebonden emissies, die zitten al direct aan de voorkant van het project. En dat is ook al wat direct een impact heeft op wat we vandaag de lucht instoten. Volgende. Hoe kunnen we die reduceren? Nou, dat is echt een vraag die zeker helemaal aan het begin van het project gesteld moet worden. Want daarin kan je nog beslissen om iets helemaal niet te realiseren. Hè, wat natuurlijk de beste oplossing is. Of op een andere manier te gaan bouwen. En daarmee extra stappen te doen. Nou, om daar antwoord op te geven. Hè, hoe kunnen we daar nou echt stappen in maken? Op gebouwniveau zijn we naar 24 cases gegaan. En daarin hebben we elke keer gekeken en zijn we eigenlijk dat als een soort van schil gaan afpellen, die verschillende gebouwen en wat voor patronen zijn daar nou in te herkennen. En die schillen van het gebouw die zijn te herkennen als de schillen van Brent. Die maakt onderscheid in zijn gebouw. Dat heeft een aantal jaar geleden in een groot research gedaan. Nou, daar heb je site dat oneindig lang meegaat. Maar aan de andere kant stuff wat zich natuurlijk heel snel laat veranderen. Nou, en je ziet eigenlijk dat nou ja, op het moment dat je ingrepen doet in dat gebouw, initiatieven daarin neemt om die CO2-reductie te bewerkstelligen, dan heb je in een constructie echt andere maatregelen te treffen als in een schil, in de gevel van het gebouw. En dan zie je bijvoorbeeld dat de locatie ontzettend belangrijk is. Hè. Dan zijn we eigenlijk nog niet eens bij het gebouw aanbeland, maar wel waar staat zo'n gebouw? Is dat nou in een dichtstedelijk gebied? Dat is een onderzoek van Vlaams bouwmeester. En die zegt eigenlijk, ja, als we heel erg verspreid gaan bouwen, de impact, niet van het gebouw zelf, maar wel de impact die dat op het gebied heeft, is wel 7 keer zo groot als dat we echt dichtstedelijk gaan bouwen. Dus denk daar goed over na op het moment dat je met de locatie bezig bent. We zien ook dat die levensduur van een gebouw er ontzettend toe doet. We kunnen een heel slim gebouw neerzetten, maar als dat over 30 jaar al weg moet, om wat voor reden dan ook plaats moet maken voor iets anders, dan zijn we alsnog niet goed bezig. Dus kijk, hoe kunnen we de levensduur van een gebouw echt verlengen? Hoe kunnen we het zo neerzetten dat het aan de voorkant in embodied carbon naar beneden gaat, maar dat het ook een hele lange levensduur mee kunnen geven? Hier valt het in, dan wordt het een klein beetje klein. Maar hier, wat het hier inzichtelijk geeft, is dat we zijn gaan kijken van de constructie, de schil. Waar zitten nou eigenlijk de grootste vissen in? Waarin hebben we nou aan te sleutelen? Gaan we nou, het meubilair allemaal hergebruiken, wat ook ontzettend belangrijk is. Maar we zagen eigenlijk dat juist in de constructie, dat daar de grootste impact te maken is.
gaan we in die constructie met biobased, met hernieuwbare materialen toepassen, dan heb je daar ook de grootste CO2-reductie te halen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is om iedereen vandaag ook mee te geven. Daarin hebben we in die publicatie, hij heet Carbon Based Design, ook terug te vinden op de website van de circulaire bouweconomie, hebben we verschillende aanbevelingen tot wel 25 gedaan om op elk niveau aan reductie te doen. En de laatste is eigenlijk de afmetingen en de meeteenheid, ja, die doen er wel echt toe. Je kan een heel zuinig gebouw neerzetten, maar als dat alsnog een heel groot gebouw is op een aantal vierkante meters met maar heel weinig gebruikers daarin, dan heeft dat op Nederlands niveau gewoon nog niet de gewenste resultaten. Dankjewel. We zien jou straks terug in de discussie, maar toch één vraag nu. Want is dit al een beetje gemeengoed aan het worden of moet deze boodschap nog luid en duidelijk verspreid worden? Nou, dit moet op heel veel plekken nog terecht gaan komen. Hè. We zitten hier in een fantastisch gebouw. Ik kwam ook langs het andere ING-gebouw. Ja, het heeft implicaties op heel veel onderdelen. Aan de voorkant een heel circulair gebouw neerzetten is ontzettend belangrijk, maar ik kwam daar langs een ontzettend mooie overspanning. Ik ben zelf ook architect geweest. Ik vind het ontzettend mooi als een gebouw bijna lijkt te zweven. Maar je moet jezelf wel ergens weten te verantwoorden. Is het verantwoord om zoveel staal in dat gebouw neer te zetten om dat gebaar te kunnen maken? En wat is het gebouw? Wat is de waarde dan van dat? Daar zit dus ook een mentale slag in. Ja, en dat zit bij ontwerpers, bij opdrachtgevers, zelfs bij stedenbouwkundigen, bij welstandsadviescommissies. Ja, dat zit op heel veel plekken, komt dat terug. Ja. Helder, dank je voor dit moment. En ik zie je zo terug in de discussie, Tom. Lijkt hartstikke mooi. Dank je wel, ja. Tot zo. Want dan willen we even naar de praktijk van alle dag gaan. En dan ga ik Thijs Vrijters naar het podium vragen. Die is projectmanager bouw bij Lidl Nederland. Welkom. Want we hebben al een prachtig voorbeeld en gebouw van jullie Oosterwold. Wat in de praktijk zo is. En de praktijk is nog anders dan zeg maar zo zouden we het moeten doen. Dus we hebben eigenlijk gewoon ook een paar praktische vragen voor jou. Wat ging er nou wezenlijk anders om tot de uiteindelijke realisatie van dit gebouw te komen? Hoe werkte dat? Nou, wat heel belangrijk is om tot een gebouw zoals wij in Almere hebben gebouwd, wat energie-neutraal en CO2-neutraal is op termijn. Is die doelstelling en kijken hoe je die doelstelling nou moet behalen. Hè. En het allerbelangrijkste van de CO2-uitstoot beperken is natuurlijk dingen niet doen. Dus je bent constant ben je aan het nadenken op het moment dat je het gebouw ontwerpt, wat wel echt de supermarkt moet zijn, waar de klant boodschappen kan doen. Maar welke elementen kan je nu weglaten en welke materialen heb je niet nodig om daadwerkelijk wel die supermarkt te maken. He, dus je gaat kijken, we gaan niet stukken, we gaan niet afwerken. Je bent heel erg aan het zoeken wat zijn nou de elementen die wel CO2-uitstoot hebben, maar eigenlijk alleen maar als een schilletje binnen of buiten dat gebouw zichtbaar zijn. Maar daarmee zeg je dus ook, het vertrekpunt was, we moeten er binnen blijven en we moeten maar zorgen in de praktijk dat ons gaat lukken? Ja, zeker, zeker. Wij hebben daar een vrij groot kavel, waardoor we de luxe hebben dat de CO2 die we nog wel nodig hebben om het gebouw neer te zetten, op terrein kunnen compenseren door de aanleg van een park en door gewassen te planten. Maar het begint echt bij die CO2-uitstoot te reduceren. En hetgene wat je dan nog vel gaat bouwen, zo duurzaam mogelijk. Hè. Denk aan veel houtgebruik. Maar ook constant die NPG in de gaten houden en niet meer alleen maar van je schetsrol te ontwerpen, maar juist met die rekenmodules waarmee je die NPG in kaart kan brengen. En wat was uiteindelijk het resultaat van deze werkwijze? Ja, uiteindelijk dit gebouw natuurlijk, maar wat voor stappen waren belangrijk daarin? Nou, wat daarin heel belangrijk is geweest, is dat we hebben dit gebouw niet als gebouw op zich gezien, maar we hebben ook gekeken, we zijn natuurlijk overal in het land aan het bouwen en ook in Almere zijn we een distributiecentrum aan het bouwen. Dus we hebben gekeken hoe kunnen we dat nou combineren. Dus dit gebouw is volledig van geprefabriceerde elementen opgebouwd. En diezelfde elementen hebben we gebruikt in de portiersloge in Almere. Dat op het moment dat we gaan verhuizen of willen uitbreiden, dat het in elkaar kan klikken en we eigenlijk dus weer met een schroevendraaier en een zaag het gebouw kunnen vergroten waar nodig. Wat ook leuk is bijvoorbeeld dat we hebben gekeken, wat hebben we zelf? We hebben in onze in de winkels heeft al het personeel bedrijfskleding aan. En die bedrijfskleding wordt eens in de zoveel tijd vernieuwd. Maar die hebben we nog steeds. Dus die hebben we hier gebruikt om bijvoorbeeld het gebouw te isoleren. En hebben we isolatiemateriaal van laten maken. Tenslotte,
Jullie hebben vast ook wel lessen geleerd, want je vertelt het. Het is een prachtig proces. Het is ingewikkeld geweest. We hoorden het net ook bij de rekenmeesters. Het is lastig, maar het kan wel. Wat zijn belangrijke lessen die je ook anderen mee zou willen geven? Nou, het is echt heel belangrijk dat op het moment dat we een gebouw ontwerpen en bezig zijn in de uitvoering, dat we niet meer alleen kijken naar de kosten en naar de planning. Wanneer is het af en wat kost het? Maar dat echt die NPG gewoon een hele handige tool is om te selecteren welke bouwmaterialen gebruik je. Maar ook welke bouwmethodes pas je toe en waarom bouw je zoals je bouwt. Moet het uiteindelijk ook wel in de vezels en overtuiging van een bedrijf zitten om dit te doen, om dit gedaan te krijgen? Want je vertelt het als een soort eenvoudig proces, maar het is vast niet zo eenvoudig geweest. Nee, ik denk zeker dat dat bij ons leeft dat heel erg. Alleen ik denk dat je er ook niet meer omheen kan. Nee. En ik denk dat wat onwijs belangrijk is, is dat als wij als discounter laten zien dat het kan, dat het voor iedereen haalbaar moet zijn. Ten slotte, supermarkten moeten ook gewoon klanten komen. Die komen ook wel bij jullie. Zeker. Maar hoe reageren klanten? Zien klanten dit? Merken klanten dit? Of, ja, of denken die, ik ga gewoon naar de supermarkt? Nee, klanten zijn onwijs positief. En dat komt natuurlijk ook omdat de hele sfeer rondom het pand en in het pand is anders. Hè. Het is volledig van hout, van binnen en van buiten. Het parkeerterrein is heel groot opgezet, waar we een plukbos hebben voor kinderen. En waar we ook echt ons verhaal vertellen. En daarmee, ja, daar ziet de klant het ook en weet de klant het ook. Kortom, jullie gaan hiermee door. Absoluut. Ik wil je zeer danken voor je praktische en duidelijke verhaal. Thijs Vrijders van Lidl Nederland. Dank je wel. Gaan wij nog een keer naar een polvraag voor u, want wij willen nog even weten, dat heeft allemaal weer verband met het vervolg van het programma, in welke doelgroep u zich bevindt. En u ziet een heleboel mogelijkheden staan en volgens mij gaat overig nauwelijks voorkomen. Het is altijd vervelend dat je overig moet gaan invullen bij een enquête natuurlijk. Maar u ziet ze, producent, ontwerper, ontwikkelaar, bouwer, belegger, huurder, gebruiker, adviseur, opdrachtgever, noem het maar, overig. Maar de vraag is of u voor ons zou willen invullen in welke doelgroep u valt. En als u dat zou willen doen, dan gaan wij straks uiteraard weer dat meenemen in een volgend deel van het programma. Maar we hebben onze Letitia en Eefje nog te goed met deel 3, het slotdeel van jullie presentatie. Aan jullie het woord. Ja, we gaan. Met persproof hebben we eigenlijk anderhalf jaar geleden zijn we al gestart met het persproof commitment, waar wij al een hele grote groep partijen zich hebben gecommitteerd op van wij gaan echt persproof halen, waarbij ze ook allemaal individueel hebben gezegd van wanneer ben ik persproof, wat is mijn ambitie daarop, maar ook hoe ze het gaan realiseren en hoe ze daar de keten in nemen. Vandaar ook inderdaad net die polvraag van wie ben je en waar sta jij in de keten. Maar we willen nou ook echt de stap gaan maken naar het materiaalgebonden deel. Dus daarvan werken we nou eigenlijk ook aan toe aan een materiaalgebonden commitment. Hoe ga je dat materiaalgebonden gebruik, emissie terugbrengen? Wat is daar je ambitie op? En hoe neem je ook daarin je keten mee en hoe ga je dat realiseren? En die twee samen komen we eigenlijk tot de whole life carbon aanpak. En daar ook commitment op. Dus dan komen die twee samen. Dus dat is de stap die wij gaan maken. Ja, wat daarin wel belangrijk is, is ook waar jij zit. Waar jij zit in de keten, wat jouw invloedssfeer is, waar je controle over hebt, wat je kan beïnvloeden of wat je kan controleren. Dat betekent voor iedere partij in de keten dan ook iets belangrijks. Iets anders, sorry. ook belangrijk. Maar om dat toch een beetje uit elkaar te trekken, hebben we dus ook verschillende commitment groepen. Dus die groepen die trekken we daarmee dus ook uit elkaar. Dus voor een investeerder betekent het iets anders dan een bouwer of dan een aannemer. En om dat toch wat meer handen en voeten te geven, hebben we dus ook echt verschillende commitment groepen. En dat commitment zelf, dat is ook weer onderverdeeld. En voor degene die al het Paris Proof Commitment hebben ondertekend, die kennen dit ook. Het is ook weer onderverdeeld in 5 verschillende stappen. Van ambitie stellen tot echt rapporteren en dat delen met de markt. Om je toch een beetje richtlijnen te geven als organisatie zijn. Hoe kan je dan aan dat commitment voldoen? Hebben we ook voor verschillende groepen richtlijnen opgeschreven. Dus eigenlijk kan je dat zien als handvaten die je voor je organisatie zou kunnen gebruiken. Daarmee dus ook jouw hele organisatie Paris-proof maken. In ieder geval om de Paris-proof doelstellingen te kunnen behalen. Dat hebben we in 3 verschillende gedeeltes opgeschreven. Op organisatieniveau, op projectniveau en op ketenniveau. En dan ook nog verdeeld over de tijd heen.
Dat zijn dus geen doelstellingen aan zich, maar meer een duwtje in de rug van waar kan je dan aan denken en hoe zou je dat dan dus ook kunnen organiseren. Dit alles is ook terug te lezen in een roadmap, wat ik eerder ook al zei. En deze roadmap die hebben we zeker niet alleen gedaan. We hebben geschreven en ook bedacht samen met onze ambassadeurs. Een aantal van deze ambassadeurs zien jullie ook vandaag ook. Of hebben jullie wellicht ook al eerder langs zien komen. Dus het is heel mooi om dat met z'n allen gezamenlijk te kunnen doen. Dank jullie wel. Aan het einde verwijzen we uiteraard ook nog waarin ieder die roadmap kan vinden. Want die is toegankelijk. Mensen denken, nou mooi, ben geïnspireerd. We kunnen aan het einde van het programma verwijzen we ook waar ze hem kunnen vinden. Vanaf nu te gebruiken. Hè? Ja, zeker. Mag ik jullie zeer danken voor jullie uitleg in drietrapsraket van de roadmap. Eefje en Letitia, dank jullie wel. En dan ga ik Martin Mooi en Ruben Zonneveijer vragen, allebei van de Dutch Green Building Council. Martin heeft u natuurlijk al gezien als de programmamanager Paris Proof. En Ruben Zonneveijer is de nieuwe lood aan de boom als de projectmanager circulariteit. Hè, moet ik het goed zeggen? Hè? Welkom allereerst, want we gaan nu naar een niet een heel onbelangrijk deel. Het ondertekenen van de intentie verklaren. Martin, dan begin ik toch eens even bij jou. Wat doe je eigenlijk op het moment dat je de intentieverklaring ondertekent? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben al getekend. Sommigen komen hier tekenen. Maar anderen zullen misschien denken, ja, wil ik wel tekenen. Maar wat onderteken je eigenlijk? Nou, de intentieverklaring is de stap die we genomen hebben nu met dit materiaalgebonden onderdeel met partijen. Dat is de afgelopen tijd flink gegroeid. En dat is eigenlijk de stap op weg naar een commitment. Met het operationele energie waren we al wat verder, hebben we het ook al verder uitgewerkt. En met die intentieverklaring hebben we nu een club, ja, mensen die daar heel actief mee bezig zijn, die ook die stappen willen zetten. En met die club willen we ook verder om, zoals net ook al door Eefje en Letitia werd aangegeven, en zoals natuurlijk ook al vanuit de praktijkvoorbeelden werd aangegeven, om nog concreter te maken. Want we vinden wel dat commitments heel concreet moeten zijn, zodat we dat ook, zoals we met Paraproof Commitment hebben gedaan, of blijven doen, daar gewoon jaarlijks op terugkomen. Een onderdeel daarvan is het rapporteren, dat we ook die vooruitgang zien. Dat het niet een vrijblijvend commitment is. Dus dan hadden we nu een vrijblijvend commitment kunnen vragen. We zeggen van nee, we doen even die stap met die intentieverklaring en daarna gaan we echt concreet met jullie allemaal aan de slag om die criteria voor die verschillende partijen vast te leggen. U bent vijf van de circulair bouwen. Jij staat hier niet voor niks daarbij. Sluit dit allemaal in elkaar? Wordt dit circulair ook in die zin? Ja, dit is eigenlijk een belangrijk stuk van de circulaire opgave. En het is een meetdeel van de circulaire economie, zou je kunnen zeggen. En denk ook, het is ook een traject geweest van afgelopen jaar waar we eigenlijk met onze DGPC is een partnerorganisatie in die zin, waar we met eigenlijk onze partners hebben gesproken over hoe past het in jullie doelstellingen? Hoe zitten die materiaalgebonden emissies in jullie circulaire of in jullie CO2 roadmap? En dat denk ik de volgende stap is om eigenlijk die partijen aan elkaar te verbinden. En dat eigenlijk, we merken gewoon dat heel veel partijen er allemaal mee bezig zijn, op een andere manier of zoekende zijn. Nou, die hebben we eigenlijk nu getracht om te zeggen, van, nou, volgens mij kan je aangeven hiermee dat je dit te belangrijk vindt. Dat je hier de volgende stappen wil zetten. Dat we het willen gaan meten, dat we willen gaan rapporteren en dat soort zaken. Ja. Ik blijf bij jou en mensen kunnen het thuis niet zien, maar wij wel. Jij mag even naar rechts kijken, dan zie je wie er allemaal getekend hebben. In welke doelgroepen er eigenlijk allemaal zijn. En dan zien we dus eigenlijk dat alle doelgroepen wel vertegenwoordigd zijn. Adviseurs zijn wat aan de hoge kant. Ja, dat is niet geheel nieuw in congresland overigens, maar ook hier. Maar neemt niet weg dat een ieder erbij zit. Geeft dat ook een beetje aan eigenlijk dat het voor ieder wat wils is in die zin. En juist dat iedereen ook mee moet doen. Ja, kijk, volgens mij materiaalgebonden emissies, zeg maar, dat zit echt in die keten. Dus het is niet alleen maar wijzen naar elkaar, maar ook naar jezelf kijken hoe je daar nou ook ambities op kan stellen. En dat denk ik wat we hier willen doen. Hè. Dus hoe kan elke organisatie, ook opdrachtgevers, maar ook adviseurs en anderen in die keten naar kijken hoe je nou die CO2-emissie belangrijk kan erkennen en ook daarmee stappen kan zetten. Een mooie mix. Ja. Ja. Martin Mooi, nog één ding over die intentieverklaring en omzetten naar de praktijk. Want de intentie is één. De Nederlandse schaatsers hadden vanochtend de intentie om een gouden medaille te halen. Maar het omzetten is niet helemaal gelukt, zeg maar. Om bij de actualiteit te blijven. Dus daar zit nog wel. Is dat nog lastig? Of zeg je gewoon, op het moment dat je deze intentie, dan zeg je eigenlijk ook, ik ga aan de slag. Ja, de namen die hier staan, daar weten we ook van dat die daar al mee bezig zijn, dat die heel veel kunnen vertellen, dat we daar heel veel van kunnen leren, dat ze van elkaar kunnen leren. En dat we hebben ook niet de wijsheid met ons bureau Impact. Wij weten wie hier mee bezig is en die mensen brengen we bij elkaar om samen
dit een stap verder te brengen. En we zullen dit jaar ook nog een aantal webinars en hopelijk ook echte seminars organiseren, dat we bij elkaar kunnen komen, zoals we dat eerder ook deden en zoals we dat vandaag ook graag hadden gewild, om in parallel sessies die mensen bij elkaar te brengen en ook hopen dat ze elkaar inspireren, ook een beetje opjagen. Want dat is gelukkig al een beetje aan de hand, zeker in adviseursland en ook in vastgoedland, dat is ook vaak wel een competitieve markt, dat men elkaar wil overtroeven. En we hopen dat die beweging goed tot stand komt. Dan gaan wij naar een belangrijk moment toe, want die intentieverklaring is al door een aantal mensen ondertekend. Er zijn hier ook mensen die hem als het ware ondertekend hebben. En mijn vraag is of mensen die hier aanwezig zijn, we zijn met weinig, maar de intentieverklaring ondertekend hebben, of die toch even naar het podium willen komen. Kijk, dat zijn er een aantal, daar zijn wij trots op. En een aantal anderen, dames en heren, die zijn thuis, als het ware, en die hebben hem ook ondertekend. Als het goed is, zijn die ook nu in beeld. Die krijgt u ook zo in beeld. En hier komen een aantal mensen die de intentieverklaring hebben ondertekend. Een aantal verschillende bedrijven. De mensen die wij thuis, die wij nu via de Zoom kunnen zien, wil ik eigenlijk vragen of u nog één zinnetje in de chat zou willen zetten. Ik heb hem ondertekend omdat. Dus eigenlijk wat uw eigen intentie is, hoeft niet heel uitgebreid, dat snap ik. Maar zou u er iets over willen zeggen? Dan ga ik ondertussen hier met de microfoon, die zie ik nog straks in de terug. Vertel eens vanuit welke organisatie u bent en waarom heeft u ondertekend? Jan-Willem Stegen, Pop met Stegen Architecten. Mantijn die liet ons project daar zien. En wij zijn eigenlijk op dat spoor gebracht om echt die... eigenlijk ontwerpers werken binnen limieten. En het is heel inspirerend om te kijken of je dat kan oplossen binnen die grenzen. En dat bleek dus te kunnen. Lastig maar te doen, zegt u ook tegen mensen die nu kijken. Lastig, heel inspirerend en met heel veel vrolijkheid ook. Een fantastisch proces eigenlijk. Oké. Ik hoor nu dat uw handsender dat die niet goed aanstaat. Dat is mooi, maar ze hebben mij via u hier wel gehoord. Maar hij staat nog steeds niet aan, dus daar hebben wij een klein probleempje mee. Want ik krijg even hulp. Daar is ergens iets niet helemaal goed gegaan. Hebben we meneer wel gehoord? Want u zei heel duidelijk, anders vertaal ik het nog een keer voor de mensen thuis. Ja. Nou, niet vertalen, maar vertel ik het nog een keer luid en duidelijk. Het is inspirerend. Het is ook gewoon leuk, hè, zegt u? Ja, absoluut. Je komt op nieuwe inzichten. Er ontstaan nieuwe verbanden, onverwachte verbanden. Deze anders. Wij zijn er zeer door geïnspireerd door het te doen. Oké. En gaandeweg werden we heel snel wijzer. En dat stemt al optimistisch. Is fijn. Ik loop maar even door zonder handzender. Ik hoop maar dat ze u via hier horen. Zeg even van welke organisatie u bent en waarom u heeft ondertekend. Pablo van der Lucht van Lister Buildings. Wij maken eigenlijk meerlaagse gebouwen, appartementengebouwen in hout. Dus daarin slaan we heel veel CO2 op, vermijden we CO2. Dus wij vinden heel erg dat die materiaalgebonden CO2-emissies superbelangrijk zijn. En met door te bouwen in hout sla je één CO2 op. En twee, je vermijdt ook nog eens een keer heel veel CO2 van, we noemen maar de fossiele niet hernieuwbare materialen. En had u een intentieverklaring nodig of zei u dat zouden we zonder intentieverklaring ook wel gewoon gaan doen? Nee, het is leuk. We halen het dik. We hebben hem al doorgerekend voor de koffiefabriek en daar die hebben begonnen. En dan halen we. Dus bouw en hout hou je heel makkelijk die carbon intentie van de Paris Proof. Dank. Okay. Ik zie alleen maar knikkende mensen. Vertelt u even. Iris Kampers van Savills, vastgoedadviseur. Wij hebben toevallig 28 januari onze nieuwe duurzaamheidsstrategie gelanceerd. En daarin kwam eigenlijk voor ons heel duidelijk naar voren dat we staan voor een enorme uitdaging met de hele vastgoedsector. We hebben die innovatiekracht van de hele sector nodig. Wij nemen daar onze rol in en daarom ben ik hier vandaag op de tekening. U bent een van die belangrijke spelers in de keten die dat gaat doen. Dat gaan we wel proberen te zijn. Nou, niet alleen proberen, doen. Gaan we afspreken. Ik kom bij u. Goedemiddag. Ja. Ik ben Rinus Verheyen. Ja. Sorry, van de Heenbouwgroep. Wij zijn ontwerpende bouwer. We hebben ook in de strategie wat beslissingen genomen om de MPG te verlagen. Dus wij hebben voor de hele groep 30% verlaging doorgezet. En dat willen we in al onze ontwerpen doorzetten. Dus wij vinden dit een heel belangrijk initiatief om door te zetten. En moet u daar nog mensen voor overtuigen binnen uw organisatie? Of staat iedereen op de stoelen en banken? Dit geeft wel een beweging die we in gang moeten zetten. Want het is nog niet in de hele organisatie doorgevoerd. Maar we hebben wel die doelstellingen gezet en we zijn daar volop mee bezig. Okay. Dus het is een mooi initiatief. Ik wens u er succes bij ook. En fijn dat u mij ondertekent. Komt tenslotte bij u. Dank u wel. Henk Jansma, DWA. We maken duurzaamheid werkend. Dat is onze payoff die hebben we al, denk ik, 20 jaar of iets dergelijks. Adviseur voor installatieadvies, bouwfysica, grootschalige energieinfrastructuren.
En we doen heel veel grote panden, kleine panden. Maar eigenlijk is ons selectiecriterium, als het duurzaam is, dan doen we het. Anders doen we niet mee. Oké. Okay. En dan werd er ook een paar keer gezegd, het is lastig, maar het kan. Of zegt u het is niet eens lastig? Eigenlijk, als je het wil, kan het echt wel. Ja. En kan het zelfs beter dan we nu wel denken. En het is ook wel, ik sluit me wel aan, het is gewoon leuk om te doen. Oké. Okay. Ja, simpel zat. En dan als allerlaatste, u krijgt ook de allerlaatste vraag. Ja. Intentie verklaren ondertekenen is één, maar u zegt eigenlijk, we doen het gewoon ja, wel. Ja, we zijn al jaren mee bezig. Oké. Okay. Ja. Ja. Het is mij helder. Ik wil u allen zeer danken voor het feit dat u hier getuige wil zijn van de ondertekening. En u zult zeggen, ja, gaan we dan aan Arcadis? Ik vraag haar, die komen zo in het forum mee. Dus dan krijgt u uitgebreide tijd. Dank u allen voor het ondertekenen. Maar vooral heel veel succes bij de uitvoering waar velen van u al zo druk mee bezig zijn. Dus dank. En ook alle mensen thuis die ondertekend hebben. Uiteraard zeer dank. We zien in de chat allerlei redenen verschijnen waarom u dat doet. Vanuit hele positieve beoordelingen. En daar wil ik u enorm voor danken. Dus ik vraag u weer terug te gaan richting uw plaats. En dan gaan wij nog één keer een vraag stellen aan u. Een polvraag. Want ik kan me zo voorstellen dat u zat en denkt, ja, we hebben nog niet ondertekend, maar ik zou wel willen. Nou, dan gaan we u nu een polvraag stellen, want daar kunt u dan antwoord op geven. Onderteken jij ook, ziet u staan. Maar er komt ook een polvraag en die gaat als volgt. Die polvraag is, ga je ook ondertekenen? En dan kunt u verschillende manieren kijken. Ja, we hebben reeds ondertekend. Ja, die kan niet live overigens deze poll. Ja, ik teken vandaag nog. Dus u zegt, ja, ik ga tekenen. Ja, ik moet het wel intern bespreken, dat zijn de mogelijkheden. Of ik wil er eerst nog meer over weten. Dus zegt u, ja, ik heb getekend. Wilt u dat in de chat doen? He, ik heb getekend. Of u zegt, nou, nee, maar ik ga vandaag nog tekenen. Of zegt u, nee, ik moet het toch echt nog eerst intern bespreken. Of ik wil er nog meer over weten. Als u dat ons nog zou willen laten weten, dan zou dat heel mooi zijn. En dan ga ik voor het slot nu een vijftal mensen uitnodigen. Inmiddels zijn hier een aantal stoelen neergezet. Ik ga een beetje verder deze kant op, zodat er ook nog één extra stoel bij kan. Helemaal goed. U ziet mij verschijnen. En dan ga ik deze keer breed, moet ik het goed zeggen, Bernhard, ga ik vragen om naar voren te komen. Letitia, die hebben we al een aantal keer gezien. Letitia Nolsek. Thomas Wellink, hebben we ook natuurlijk al even gezien. Ga ik terugvragen. Niels van Geenhuizen, die net zo graag wat wou zeggen waarom ze ondertekenen, maar daar krijgt hij nu alle gelegenheid toe. Tenslotte uiteraard Dirk van Reek van Ballens-Nedam wil ik ook vragen om hier naar voren te komen. Welkom allemaal. Want wij willen nog een paar vragen. Er is heel veel langsgekomen. Jullie zitten natuurlijk allemaal redelijk bij de koplopers. Dan is toch een beetje de vraag nu. En dan begin ik maar eens even, Niels, bij jou. Arcadis, welkom. Wat moet er eigenlijk nu nog gebeuren? We zijn hier in een soort zaaltje van believers, om maar zo te zeggen. We hebben het allemaal believers die kijken. De stemming kan niet op. Hartstikke mooi ook. Maar wat moet er gebeuren in het leven van alle dag? Of bijvoorbeeld bij jullie misschien nog wel? Goeie vraag, denk ik. Ik denk dit is heel belangrijk, hè, om die believers ook te laten zien dat het kan. En vanuit die believers ook weer aan de slag te gaan met de volgende groepen. En als ingenieursbureau kan ik natuurlijk zeggen dat we allerlei ingenieuze dingen moeten ontwikkelen. Maar dat ga ik nu niet noemen. Wat ik denk wat heel belangrijk is twee dingen. Enerzijds, we moeten wetgeving krijgen. En wetgeving die ook strak is op dit thema. Dus dat we weten dat embodied carbon een belangrijk element wordt. En dat we weten wat de doelstelling of het budget, wat Niebe net ook zei. Dat we weten wat het voor dit jaar is. Dat we weten wat het voor volgend jaar is. En dat we weten wat het voor 2025, 30 en 50 is. Want dan kan de markt zich er ook naar richten. Ja. Dus dat is één. En wat ik heel graag wil is voor deze groep. Voor die koplopers, dat we ook verder gestimuleerd worden in het fiscale systeem bijvoorbeeld. Dus je hebt het ex-tex rapport, wat een aantal jaar geleden gepresenteerd is. Daar hebben wij nu een invulling aan gegeven, waarin we eigenlijk zeggen, als je nou de belasting op arbeid wat verlaagt, en de belasting op virgin materials of CO2 in de bouwketen verhoogt, dan hoeven we als collectief niet meer te betalen en de staat krijgt nog steeds dezelfde inkomsten. Maar gaan we wel die initiatieven die wij hier met elkaar doen, belonen en die business case sneller de goede kant op maken en van daaruit ga je dat vliegwiel denk ik nog sneller in gang zetten. Desiree Bernhard, ik zag je een paar keer knikken, gemeente Amsterdam. Naar de gemeente kijkt men ook graag, maar ik zag je knikken bij ze moeten het centrale een beetje beter gaan regelen. Hoe staan jullie in zo'n wedstrijd en waarom knikte je zo daarbij? Nou, wij hebben sinds 2 jaar best wel ambitieus beleid rondom duurzaamheid en ook specifiek op circulariteit. Daar zetten we, zoals Jacqueline Kramer ook eerder vandaag zei, best wel hoge ambities naar een doelstelling van 2030. 50% minder primaire grondstoffen, daar moeten we invulling aan geven.
Afgelopen vrijdag hebben we de circulaire monitor voor Amsterdam bijvoorbeeld gelanceerd. Daaruit is gekomen dat eigenlijk 70-90% van de emissies hier in Amsterdam scope 3 emissies zijn. Dus dan door inzicht te creëren en door betere data te genereren, kunnen wij ons beleid nog erger gaan aanscherpen in de jaren naar 2030 toe. Oké, dus de volgende stap dient gemaakt te worden, om het zo maar te zeggen. Nou, we zijn er al mee bezig. We leren door te doen. Het is vallen en opstaan. En gelukkig is daar ook ruimte voor. En ik denk wat de gemeente Amsterdam ook uniek maakt, is dat wij een best wel relatief groot circulair team hebben dat gedreven is om aan deze missie elke dag te werken. Ja. Dirk van Reek van Ballers Nedam. Ik heb Onno Dwars wel eens horen roepen van ja, die regels en zo, die hebben we niet eens nodig. Wij gaan het toch gewoon zelf doen, roept hij dan altijd. Dat klinkt eenvoudig, maar is het belangrijk dat jullie gewoon als bedrijf ook zelf, los van wat in ieder vindt en ambities, gewoon zeggen wij gaan ervoor? Nou, we kunnen al gewoon best wel heel veel. En in dat opzicht hoeven we dan denk ik ook niet te wachten op wat andere partijen doen. We kunnen best zelf gewoon onze eigen doelen stellen. De DGBC laat natuurlijk nu zien samen met Niebe dat een CO2 ook een bepaald doel kan zijn. Mijn ambities zijn dat bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam dat ook kan meenemen in hun beoordeling en daar ook op kan gaan sturen. En dat geeft voor ons als marktpartijen heel makkelijk een eigen doel aan hoe we onze eigen projecten willen gaan invullen. Want je rekent het gewoon uit per vierkante meter. Concreter kan het eigenlijk niet. Maar je zegt er ook mee, als je wil, kan je al heel veel. Je hoeft niet te wachten. Ja, we kunnen heel veel, ja. En ik denk ook wel dat wat mevrouw Kamer net zei, we moeten die zelf hoge ambities stellen. Die moeten we elk jaar ook gewoon blijven verhogen. Anders dan redden we het niet met die streefwaarden. Letitia Nosek, onder jullie presentatie, de drietrapsraket, stelden we ook even een vraag van: werkt u al met dat rekenmodel, zeg maar? Nou, dat antwoord hebben we bewust even bewaard. 11% zegt ja, dat doe ik. 53% zegt nee, maar ik ga er wel heel graag mee aan de slag. Dus dan zitten we al op 2/3. En 1/3 zegt: ik heb nog geen toegang tot de juiste data. Is dat iets wat jullie herkennen? Is dat iets lastigs of is dat vrij makkelijk te verhelpen probleem? Want die zeggen dus niet nee, ik wil het niet, maar nee, ik kan nog niet. Ik denk dat als je de vraag alleen al stelt, dat al veel meer mogelijk is dan dat je denkt. En word je positief van het antwoord? Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik denk een heel groot gedeelte van waar we hier ook mee zitten, is om bewustzijn te creëren. En door inzichten te verkrijgen, daarom te vragen, daar met elkaar mee aan de slag te gaan, krijg je dat bewustzijn, dan wordt dat steeds groter. Maar dan wordt er vaak gekeken naar data, naar inzichten. Dus daarom ook voor ons nu de oproep van oké, laten we dan met elkaar die inzichten ook onder elkaar gaan delen. En ook gaan kijken wat zijn nu de mogelijkheden, wat zijn de kansen die we daar ook in vinden. En welke, wat je ook met Thomas, onderzoek van Carbon-Based Design zag. Ja. Als je nou inzichten bij elkaar gaat vegen, dan kan je echt leren van elkaar. Ja. En daar staan we nu voor. Ja, het kan soms wat lastig zijn, maar stel vooral de vraag. En dan is er meer mogelijk dan je denkt. Thomas Welling, ik zei hoofdtransitieteam. En het mooie van een hoofdtransitieteam is dat hij op een gegeven moment eigenlijk overbodig gaat worden. Dan wil ik jou natuurlijk niet je baan opnemen hier meteen al na 10 minuten. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Hoe lang moet het transitieteam er eigenlijk zijn? We hebben een doelstelling om een basiskamp in 2023 neer te zetten. Maar er is echt nog wel werk aan de winkel. Ja. CO2-reductie is ontzettend belangrijk. Maar hebben we het over een hele circulaire bouweconomie, dan moeten we niet een afwenteling naar biodiversiteitsverlies, naar verzuring, naar stikstofdossiers. Nou ja, we kennen daar ook de verhalen van. Dat moeten we wel voorkomen. Daar zijn we als transitieteam echt hard mee aan de slag. We hebben een doel geformuleerd om echt een MKI, een MPG van nul te formuleren. En dat zegt wel een hele hoop. Want elk bouwen heeft natuurlijk heeft ergens een negatieve impact, maar dat als je naar nul wil, dat betekent ook dat je die met een positieve impact ergens met elkaar zou willen wegstrepen. En dat betekent het valideren en het rekenkundig maken van biobased, van hernieuwbare materialen. Natuurlijk ook het veelvuldig gebruik van herbruik van materialen, een materialenpaspoort. Nou, dat zijn een aantal thema's waar we echt mee bezig zijn, net als onderwijs eigenlijk in de hele sector, in de hele keten. Dat iedereen op elke schakel zichzelf de vraag kan stellen, maar ook het antwoord zou kunnen geven over op deze manier kunnen we het circulair beter doen. En word je dan in die zin blij van een middag als deze en het feit dat er meer dan 300 mensen meekijken? Of zeg je, dit is nog steeds de voorhoede, we moeten nog harder?
Nee, ik zou zeker zeggen, we moeten nog steeds harder. 300 is nog lang niet heel Nederland. Maar ik word wel ontzettend blij, ja. Ik hoor hele goede ambities die ook echt waar worden gemaakt in Amsterdam. Verschillende gebouwen die al gewoon gerealiseerd worden. Gewoon vandaag de dag al. Dus dat kunnen anderen ook over gaan nemen. Dat is marktconform. Het is niet overgesubsidieerd. Dus in die zin, dat maakt mij echt heel erg enthousiast. Tegelijkertijd ken ik ook de IPCC-rapporten. En nou ja, daar wil ik niet elke dag over nadenken. Dan word je weer iets minder. Letitia, de roadmap, toegankelijk nu voor iedereen. Als hij niet wordt opgehaald, gaan jullie hem dan brengen eigenlijk? Nou, dat hoeft niet. Als je een wifi-verbinding hebt, dan kan je hem al vinden. Maar je snapt wat ik bedoel. Die moet verspreid worden in die zin. Gaan jullie er actief in zijn of zeggen jullie, nou nee, we stellen hem ter beschikking en het is aan de mensen zelf of ze hem opzoeken? We stellen hem ter beschikking. Het is wel een levend document, dus we maken hem niet voor onszelf. Want wij gaan in die zin niet bouwen, maar we doen het echt voor de hele bouwsector. Nou ja, wat ik zei, het is een levend document. Dus als we nieuwe dingen vinden die interessant zijn, die ook nodig zijn voor de hele bouwsector, zullen die er ook daarin zetten. Dus in die zin, ga er vooral mee aan de slag en test hem uit, zou ik zeggen. De heer Verreek, over de bouwsector gesproken, jullie zijn een grote speler daarin. Lopen jullie eigenlijk als een soort tambourmetre voor de fanfare uit? Of zitten jullie ergens midden in de fanfare? Kortom, hoe is het met de sector? Nou, je ziet wel dat er wat verschillen zijn in de sector, maar er zijn zeker veel koplopers, zie je net ook bij de ondertekenaars. En ik weet ook zeker dat juist die CO2-equivalente berekening, die kunnen wij nu gewoon gaan uitvoeren. Yeah. Dat is een hele makkelijke tool, daar hoef je geen koploper voor te zijn. Iedereen moet een NPG maken voor zijn vergunningaanvraag. Dus je kan dat nu al gewoon doen en dan zien we zelf waar je met je projecten staat en wat je beter moet doen. Yeah. Desiree Bernhard, je zei net niet voor niets natuurlijk, wij als Amsterdam zijn daar al ontzettend mee bezig. Natuurlijk een groot team erop, maar dat zei je niet voor niks. Dan kan ik me voorstellen dat het bijvoorbeeld voor kleinere gemeenten misschien ook wel weer wat lastiger is. Dat wordt vaak gezegd. Of die hebben, is er veel verspreiding van kennis zeg maar, in gemeenteland in dat opzicht? Als ik jullie dan even de gemeentesector zou mogen noemen. Ja, zeker. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld de circulaire gereedschapskist in het leven geroepen. Dat zijn 10 overzichtelijke artikelen die je op weg helpen met circulair bouwen. En verder zijn er natuurlijk ook best wel veel landelijke netwerken, kennisnetwerken, zoals Cirkelstad, die de verbinding echt faciliteert. En vanuit Amsterdam beantwoorden we natuurlijk ook graag vragen, zolang die er zijn. We zitten ook in het internationale speelveld voor een soort gelijk traject eigenlijk als Paris Proof Embodied Carbon. Met de Carbon Neutral City Alliance, waar we ook heel erg focussen op die scope 3 emissies. En merk je in gemeenteland, want gemeenten zouden eigenlijk geen echte concurrenten van elkaar dienen te zijn, dat mensen ook gewoon bellen, mailen en wat dan ook en zeggen, goh, jullie zijn er al wat verder mee, mag ik eens even komen kijken? Ja, zeker. Ik denk dat we ook graag speakbriefjes met elkaar vergelijken. En het is liever goed gejat dan slecht zelfbedacht. Ja. Niels Geenhuis van Arcadis is wel een concurrerende sector, zeg maar, waar jullie in de goede zin zitten. Moet die sector ook delen van data en zaken? Of is dat nog een stap te ver gevraagd in die zin van je moet het ook gewoon vooral zelf als organisatie doen? Tuurlijk moeten we delen. Je kunt alleen maar vermenigvuldigen als je kunt delen, zeg ik altijd maar. Hè. Dus het is een beetje wat Desiree ook zegt. En ik vind het juist wel mooi in de duurzame wereld, wat ik de laatste 15 jaar heb ervaren, is dat we graag delen met elkaar. Dus dat we buiten de concurrentiediscussie blijven. Het delen kan nog wel veel sneller en veel beter met elkaar. Dus dat we ook echt het delen actief maken. En dat ook de achterblijvers gaan delen. En niet alleen maar de koplopers. Die koplopers delen wel, want die willen ook verder. En als ik een keer spar met Ballas Nederland of met de gemeente, dan gaan we ook weer verder met elkaar. Van hey, wat zijn jullie ideeën, wat zijn onze ideeën? Of met concollega's. Dat vind ik juist leuk en dat is super gaaf. En dat delen, wie niet deelt, niet kan vermenigvuldigen, zeg maar. Dat kan je eigenlijk op de lagere school al zien. Toch leren veel mensen goed vermenigvuldigen en iets minder delen, zeg maar, durf ik wel te zeggen. Dus komt het los? Want ik snap helemaal, is het iets van, ja, idealitair zou dit moeten gebeuren? Of zeg je, nou nee, dat is in ontwikkeling. Het is een ontwikkeling, maar voor mij is het nooit genoeg. Hè? Maar dat is ook de rol die ik natuurlijk binnen onze eigen organisatie speel, om die koploper op duurzaamheid te willen zijn. Als organisatie, maar ook als persoon binnen die organisatie. En daarin, en ik denk dat die NPG een heel mooie tool is, maar ook hier de oproep, deel alsjeblieft de data ook met de DGWC, dat we ook met elkaar kunnen gaan leren om die versnelling door te voeren. En met elkaar die innovaties door kunnen maken.
Mijn laatste vraag aan jullie is misschien wel de eenvoudigste. Mogen jullie even over nadenken, maar ik ga toch bij iemand beginnen. En de eenvoudigste vraag en misschien wel de lastigste. Daar begin ik bij jou, Niels, dan maar. Wat gaan jullie morgen doen? Wat doe je al en wat ga je morgen doen, zeg maar, om niet ergens stip op de horizon te gaan? Wat doen we? Ik wil er twee antwoorden op geven. Eén is dat ik morgen of de komende maand ga ik aan de slag met een eindgebruikerscoalitie op te richten. Samen met de DGBC, met NVO Nederland en en Change Inc. En wat ik namelijk merk is in de sector, en ook met de DGBC zijn we heel erg aan het praten binnen de sector zelf. Maar je hebt heel veel grootzakelijke eindgebruikers die heel veel panden, kantoren, fabriekshallen, logistiek hebben. Die eigenlijk niet weten hoe ze dit thema in een opdracht naar de markt kunnen zetten. Dus ik wil hen bij elkaar brengen, directeuren vastgoed of huisvesting, en met elkaar dit thema bij de kop pakken. En welke vraag kunnen wij nu aan de markt stellen, aan het begin van de klantvraag, zeg maar even, om die versnelling weer met elkaar voor elkaar te krijgen. En het tweede is, ik ben hier ook weer in geïnspireerd, dat ik denk ik ga morgen ook letterlijk weer al mijn projecten langslopen met mijn collega's. En weer eens even aan de knopjes draaien waar ik aan zou moeten draaien. Helder, dankjewel. Thomas Wellink, wat ga jij doen morgen? Nou ja, je wordt echt enthousiast ervan. En ik heb een aantal projecten waar ik bijvoorbeeld met woningcorporaties bezig ben om ook te verduurzamen en een uitvraag te formuleren daarvoor. Nee, daar is echt zo'n target dat kan helpen. Dus ik zal hen stimuleren, aansporen om in ieder geval richting dat carbon budget te gaan en daar rekening mee te houden. En dat zou ik eigenlijk ook aan iedereen thuis willen doen. Van ga daarmee aan de slag, maak het je eigen. Wees ook niet bang om een fout te maken en stel ook gewoon domme vragen aan elkaar. Maar ja, wel met het. Ik heb wel het besef van, nou ja, als zo'n transitie die maak je met elkaar en elke schakel erin die zou moeten meemaken. Als iedereen het kan, dan kan je thuis ook. Maar als eentje het niet doet, dan gaat het niet werken. Dus iedereen moet ook meegaan. Ja. Oproep is helder. Je ging er zelfs de camera even naar toespreken. Wernhard, wat gaat de gemeente Amsterdam morgen doen? Of wat ga jij morgen doen? Ja, business as usual voor mij natuurlijk met circulaire transitie doorzetten. Wat ik graag verder wil doen is die interne ketensamenwerking nog meer aanscherpen. Dat we, een van mijn collega's heeft de term deelgevers gecoind, zoals dat heet. Dus eigenlijk dat je niet een deelnemer bent, maar een deelgever. Dat we allemaal een onderdeel spelen in die keten. En dat alleen door samenwerking, eigenlijk wat jij ook zegt, als eentje niet meedoet, dan gaat het niet werken. Dus nog harder op inzetten dat we gewoon echt samen moeten werken. Het woord deelgever neem ik ook mee. Prachtig. Dirk van Reek van Ballas, wat gaat Ballas morgen anders doen? Wat gaat Dirk van Reek morgen nog extra doen? Nou, waar we nu al mee bezig zijn, is gewoon onze projecten doorrekenen. De toekomstige projecten die we hebben, houden we langs het protocol van de DGBC om te kijken wat eruit komt. En of dat matcht met de streefwaarden. En een wat langer termijn waar we mee bezig zijn, is om te kijken hoe we nou die CO2-opslag beter kunnen gaan berekenen. Bijvoorbeeld door middel van de NPG-tool. Nu zie je dat nog niet goed, of in mijn ogen nog niet voldoende wordt meegenomen. En ik zou heel graag zien dat we in die tool ook dat soort elementen kunnen meenemen. Zodat je totaal netto misschien wel kan toegaan naar CO2-negatieve gebouwen in plaats van positieve. Okay. Dus dat je gewoon onderaan de streep dat het alleen maar bijdraagt aan de buitenkant. Jij gaat nog verder eventjes. Dus. Ja, wat mevrouw Kamer zei, ambities moet je verhogen. En Musk die wilde naar Mars, is uiteindelijk ook gelukt. Sky's the limit, toch? Oké. Tenslotte, jij krijgt laatste woord natuurlijk, Letitia Nossek, als een van de aanjagers ook van deze bijeenkomst. Wat ga jij morgen doen buiten hopelijk redelijk tevreden zijn over het verloop van de bijeenkomst? Wat ga je nog meer doen? Ik hoop natuurlijk dat de groep intentieverklaring ondertekenaars hele mond vol, dat die groeit. Dat is een beetje buiten mijn controle. Wat ik ook nog meer ga doen is toewerken naar 14 maart. Dan hebben we namelijk weer onze volgende stap. We hebben nu al een oproep gedaan om projecten door te gaan rekenen, om die inzichten met elkaar te gaan delen. Daar hebben we dan dus ook een sessie voor. Dus dat is een volgende stap. Biogene opslag. Wat vinden we daarvan is een volgende stap. Maar ook naar een integrale whole life carbon methodiek werken. Dus zowel operationeel als materiaalgebonden samenvoegen. En daar dus eerst kwalitatief en dan kwantitatief een methode achter zetten. Dus er is genoeg te doen. Voldoende te doen. Voldoende te doen. Ik wil jullie allen zeer danken voor jullie deelname. En vooral ook enthousiasme en het spread the word verhaal wat jullie hier met elkaar gehouden hebben. Ik wil jullie vragen ook nog even te blijven zitten. Want ik wil nog één keer Martin Mooij, de programmamanager, vragen
om het als geheel een beetje te komen afsluiten. Martin, ja, kom mooi hier staan, dan zijn we daar, kunnen we mooi naartoe praten. Mm-hmm. Ja, ik sprak jou 1:03 geleden ongeveer, hadden we even de plichtplegingen, waar gaat het over, wat gaan we doen? Nu zijn we verder, wat neem jij tot nu toe mee van deze middag? Nou, het is goed om al die mooie voorbeelden te horen, hoe iedereen ermee bezig is. Het is ook zoals we het DGBC werken, dat wij zijn hier nu mee bezig, we hebben dit onderwerp tot ons genomen, maar je hoort al, er zijn een tal van initiatieven in de stad, daar werken we graag mee samen. Ruben en Letitia zijn ook continu in overleg, en dat is ook de rol die wij hebben, continu overleg met andere organisaties en met bedrijven. Wat dat betreft is het wat ons betreft ook geen concurrentie tussen organisaties, laten we hier met z'n allen de schouders onder zetten. Dus dat leefde hier in ieder geval. En ik kan niet inschatten wat er in de chat leefde en wat er op alle kantoren en in studiekamers verder zelf gezegd is. Maar dat betreft is het jammer dat we natuurlijk nu offline of online moesten doen. Maar ik hoop dat iedereen heel enthousiast is geraakt en die intentieverklaring gaat tekenen. Ja. En mee gaat doen in het hele proces. Hoor jij nog dingen op zo'n middag waarvan je verrast wordt? Of denk je nou, nee, ik wist het gelukkig al een beetje. Of denk je nou, word je nog geïnspireerd door dingen? Of dingen waarvan je denkt, ja, je had het programma natuurlijk gezien, dus een beetje een flauwe vraag. Maar zijn er toch nog dingen waarvan je denkt... Ja, ik vind die voorbeelden altijd wel heel mooi. Ik ben inderdaad één keer al in Almere geweest. En het is goed om daar weer van te horen van hoe dat gaat. En hoe dat ook op de bezoekers overkomt. Dat serieuze belangstelling heeft ook bij anderen. Nou, we hebben gezien, een groot aantal mensen is genegen om in ieder geval veel aandacht aan die intentieverklaring te geven. Mm-hmm. Er komen een aantal vervolgen. 14 maart is al genoemd. Ja. Dan komt er een soort kennissessie, mag ik hem zo noemen, Letitia? Zeg ik het zo goed? Kennissessie. Mm-hmm. Mensen krijgen nu de QR-code in beeld, kunnen ook de roadmap in beeld krijgen. Kunnen op allerlei manieren, je ziet dat nu staan, download en lees de roadmap. Dat kan via die QR-code. Kunt u aanmelden voor de werksessie op 14 maart. Is er nog iets wat we hebben laten lopen vanmiddag, waarvan je zegt, zonder dat mogen we de mensen niet heen zenden? Nee, inderdaad, meld je aan. Het e-mailadres van Letitia staat erbij. Er komt een terugblik, dus ook voor degene die het niet gezien hebben, of als je anderen wilt laten meekijken, dan zal over een tijdje de terugblik van dit webinar er zijn. Dus ja, maak de kring zo groot mogelijk. Ja, een intentieverklaring is 1, maar aan de slag is 2, mogen we het zo zeggen? Zeker. Oké, okay. Ja. Dan wil ik jou ook zeer danken. Heel veel succes wensen met jou, de hele DGBC, in het vervolg van dit proces. Danken voor wat jullie allemaal mogelijk hebben gemaakt. En u thuis wil ik danken dat u deelnam. Ik wil u danken voor uw actieve deelname uiteraard. Ik hoop dat u geïnspireerd geraakt bent en dat u niet alleen dacht, ik heb een leuke middag gehad, maar dat u ook geïnspireerd door het prachtige panel en de andere presentaties hebt gedacht, ik deed er al veel mee, maar ik ga er nog meer aan doen. Kortom, dank daarvoor en heel veel succes met al uw werkzaamheden. En graag tot de volgende keer.